Ik was niet voorbereid dat hij al zou switchen. Ik zat er helemaal niet op te letten. Dat helpt ook wel. Hey. What up? Jemig. Ik ben er even uit geweest hoor. En ik zit ook gelijk te struggelen met van alles. Hey makkers. Leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe livestream. Het is vandaag 15 juni 2018, 2 over 8. Laat mij beginnen met eerst notificaties. Ik heb van Mr. Swave 04, 24 minuten geleden. En Mehdi Lol 38, een minuut geleden. Dank jullie wel voor het abonneren. Cam loopt een beetje achter. Heel kut dit. Oké, ik zal uitleggen what happened. Indien het echt heel erg is. Ik heb deze computer soort van moeten resetten. Tenminste, ik had die gereset. Om een probleem proberen op te lossen. Want deze computer zit echt te kutten. Cam loopt niet achter. Top. Dan is het gewoon die persoon die me zit te bamboezelen. Oprotten. Heel irritant. Ik heb deze computer moeten resetten, want er gingen allerlei dingen fout. Ding is nog steeds niet in orde, dus het verbaast me dat ik überhaupt kan livestreamen. Maar die computer, of deze computer moet in ieder geval naar de computer dokter. Oké, dat is de eerste mededeling. Daarnaast wil ik even terug refereren naar het gebrek aan een livestream van vorige week. Vorige week is mijn opa overleden. En vandaag was de crematie daarvan. Dus dat was eigenlijk de reden dat ik niet livestreamde vorige week. En ik dacht vandaag het hoofdstuk een beetje af te kunnen sluiten. En gewoon weer aan de slag te kunnen gaan. Maar het kan af en toe nog wel eens opbloeien. Dus dat. Dus dat is de verklaring van vorige week. En mocht ik er geen zin in hebben, dan stop ik deze stream ook eerder voor vanzelfsprekende redenen.
In ieder geval, wat ik eigenlijk wilde doen. Ik was met Emre gisteren op zijn livestream DayZ aan het spelen. AKA de verlepte bonen game. Ik wil het vandaag gewoon nog een keer proberen. Gisteren was mijn ervaring niet zo denderend met dat spel. Dus ik denk ik probeer het vandaag gewoon nog een keer. Muziek mag uit. Ja, dus ik ga dat spelletje opstarten en dan gaan we gewoon spelletje spelen. Goed. Thanks voor de condolences, makkers. Oké. Ik moet eventjes het een en het ander aanpassen om hem in beeld te laten komen. Hallo, geluid. Oké, daar is geluid. Goed. Eet smakelijk, Lotje. Applaus. Eens even kijken, jemig. One Man Army, Flowmakes. Of Flowmakes, whatever. Danny van Zuilen, dank jullie wel voor het abonneren. Jongens, DayZ. DayZ, jongens, DayZ. Goed, jullie hebben kennis gemaakt, dan ga ik nu even een server zoeken. Want ik was gisteren met Emre aan het spelen en dat... Dramatisch. Mijn karakter was stervende. Ik had geen eten. Zulke soort dingen. Dus nu moet ik even een juiste server zien te vinden. Ik denk dat deze oké is. Nou. Dat ziet er positief uit, mannen. Jullie waren gisteren alleen maar aan het rennen. I know, dat is ook 90% deze game. Oh my god, ik... Nee, oh, wat? Dit is bullshit, waarom spawn ik met hetzelfde karakter? Shit. Well, dat is fucked up. Semi, dankjewel voor de 3 euro en de condolences. Ja, ik had een geweer. Maar hier, je ziet het al rechts onderin. Ik ben stervende. Heb geen eten, et cetera. Dus, I'm fucked, man. Hier lag Emre ook. Maar ik wist niet dat het zo gebeurde. Ik dacht dat je per server een ander karakter had. Maar ja, ik ga langzamerhand neer, dus... Maar ik kan niet op respawn drukken, dus ik moet het gewoon afwachten. Of ik moet me gewoon even laten mappen. Zombies, waar zijn de zombies? Gooi de machete weg. Pak de pistool. Doe even... Zo, dat zal wat geluid maken. Dus gedeeld karakter, daar kom ik ook achter. Nee, ik ben nog nooit naar Pinkpop geweest en heb ook niet zozeer interesse daarnaar. Nou, geen zombies die deze kant op komen. Af en toe even een frame dropje. Oh, dat kan zijn. Oh ja, ik was ook gewoon echt letterlijk een video aan het renderen. Die was nog niet... Hé, dat was het bliepje. De video render is af. Ik kan dus ook zeg maar op... Deze PC waar, is meestal ook de PC waar ik mijn video's op render. Dat kan nu ook gewoon niet meer. Het hele ding is naar de malle moer. De... You're dead. Nou, daar hebben we hem. Goed. Respawn. Waarom was de video van vandaag om 7 uur geüpload? Doe ik altijd op vrijdag. Omdat, zodat ik om 8 uur kan livestreamen. Zodat je zeg maar niet twee dingen tegelijkertijd opeens hebt. Dan heb je zeg maar tijd om de video van 7 uur te bekijken. En dan om 8 uur nog van de livestream te genieten. In ieder geval, weet je, het is een idee van, weet je, dat je kan genieten. Ik geef gewoon de optie. Verschillende tijden.
Sandy met de 3 euro even over Ark. De demogun kun je alle dingen oppakken, al is het geen S+. Ik hoop dat je het opslaat, het scheelt wel wat spullen. Oké, thanks. Als ik het onthoud, zal ik het erg gebruik van maken. Nee, het is in ieder geval een troost dat deze game tenminste soepel loopt. In plaats van de crack van vroeger. Ga eens open. Ik dacht dat ik hier binnen kon zijn. Nee. Oké, wat dus een beetje de bedoeling van deze game is. Rennen, dingen looten, mensen schieten, doodgaan. That's pretty much it. Tracksuit jackets. Wat zit erin? Paper. Niks. Hoodie. Niks in de hoodie. Oh, hey. Zag ik bijna over het hoofd. Een kitchen knife. Op 1. Dat is handig. Dan kunnen we in ieder geval makkelijker zombies neerhalen. En mogelijk ook kippen of andere dieren skinnen. Ga ik ook rust livestreamen? Nee, dat lijkt me niet zo handig. Zeker niet ter introductie. Tenminste, laat ik het zo zeggen. Iedereen is dan bekend op de server waarop ik speel. En dan gaan mensen me in de stream lastigvallen. En dan kan ik niet gewoon een normale stream neerzetten. Heb ik niet zo'n behoefte aan. Dat is een steen. Is het geluid trouwens goed, jongens? In-game geluid. Remcootje 24/7. Thank you for subscribing, my dude. Ik zie een persoon lopen. Hello. What you up to? You don't get a voices caps lock, by the way. Hello? Hello. Hear me? Oh, nice. Yes, I can hear you. What's up? Nothing. You just spawned? I'm just setting up. Huh? You just spawned? What did you say? Yes. Okay, good luck, man. Yeah. Ik hoorde op zijn achtergrond, fuck you motherfucker. Op de achtergrond van zijn microfoon, fucking mooi. Bassie, 3 euro, Edon, even schrikken, rust terug, tof man. En kan je iets vertellen over de game online, doel, groets. Rennen, dingen looten, mensen schieten, doodgaan. Heel veel rennen. Rechts onderin staan een beetje mijn, hoe zeg ik dat? Status. Dus je hebt water, je hebt eten, je hebt temperatuur, als in koorts. Ziektes, als in zombies kunnen je ziektes geven. Dat druppeltje is of je bloed, ja of nee. En dat plusje is gewoon je HP. Voor de rest, dit is mijn karakter. De karakter verschilt elke keer als je spawnt. Ik heb op het moment 1 mes, 4 rags en 1 papier. Rags kan je gebruiken om jezelf te bandagen. Het zijn natuurlijk geen goede bandages. En voor de rest is het gewoon een mokergrote wereld. En je moet het maar uitzoeken qua gear, et cetera. Want het is meestal echt een hele moeilijke taak om überhaupt water te vinden. En dan eten te vinden. En dan ben je meestal al dood. Maar hey, het loopt wel soepel. Maxi Killers, 5 euro. Hey, geef een hele leuke stream. En hopelijk binnenkort de 1 miljoen abonnees. Nee, hopelijk niet. Hopelijk blijven we gewoon hangen op 999.000. Dankjewel voor de 5. TK Pates. Dankjewel voor het abonneren. Laten we even in die grote gebouwen kijken. Of daar kwam ik net uit, maar ik zie daar zo'n trappetje. Dat is gewoon een schachtje wat uiteindelijk niks... Ja, oké, dit doet niks. Top. Ik weet ongeveer wel waar ik ben. Er is echt een map. Die staat op het internet. Alhoewel, die kan ik hier eigenlijk wel erbij pakken.
Zo. Dan doen we Daisy map. Standalone map. Oké. Okay. Dit is de map. En hij is moker groot. Hey. Ik gok dat ik ergens... Oké, okay, niet bij de airstrip. Ik denk hier ergens ben of zoiets. Of hier. Komarovo. Klinkt wel bekend. Misschien hier. Ah, hoe dan ook. Bokeind moeten lopen. Oosten Factory. Solnitschny. Boven Solnitschny. Oh, dat is hier. Oh. Oh ja, dat is inderdaad een kutplek. Maar dan moet ik water aan mijn linkerkant houden en dan ga ik naar Solnitschny. Oké, dus die kant op. Ik ga even gras maaien, kom dan terug. Ja, het is nog licht inderdaad, ja, dat kan je gewoon doen. Ga ik ook een keer Fallout 76 spelen? Moet het eerst uitkomen, makker? Dan, daarna... Of als het uit is, dan oordeel ik dan wel weer. Oké, die deur werkt niet, maar deze wel. Hello. Was ik hier letterlijk ook? Ja, hier was ik letterlijk net ook. Of het lijkt allemaal op elkaar. En dan denk je misschien, hey, het is een zombie game. Waar zijn de zombies? Ja, goede vraag. Dat weet ik ook niet. Deze game is al early access sinds 5 jaar. Devaland, 100 bits. Hey ho. Yo, what up, Mador? Is dit serieus? Meerdere treinsporen? Ja, het moet wel. By the way, er zijn ook bomen. Kan je appels uithalen. Of appels ondervinden. Maar dat zijn specifieke bomen volgens Emre. En ik moet even een beekje vinden met water of iets. Ik weet niet of je uit de oceaan kan drinken. Elke keer al probeerde ik te drinken uit een beekje of wat dan ook. Lukte het niet. Maar ik zag dat het bij Emre wel lukte. Hmm. Zie je dat ook? Ligt geen ene fuck hier. Voor deze game moet je echt een hele zilte gebeeld hebben. Ik zet trouwens ook wel even de brightness omhoog. Zodat we s'nachts ook nog een klein beetje kunnen zien. Yuri, 5 euro. Aan deze game heb ik zoveel leuke herinneringen aan. Leuk dat je het eens streamt. It feels good. Succes verder met de stream. Minder dan 3. Thank you, my dude. Waar is mijn map heen? God dang it. Had ik hem afgesloten? Nee toch? Misschien ook wel. Waterpomp bij Solnitschny. Blijf zo doorlopen. Je ziet er rechts onderin dat mijn water op rood staat. Als hij knippert, dan is het echt enge boel. Gameplay 10 out of 10. I know, right. Zout oceaanwater lijkt me niet zo goed voor je karaktertje. Dat dacht ik dus ook. Ik denk dat ik maar eens even een bungee lightyear ga kopen. Hé, hey, weet je wat je ook kan kopen? Een Karel de Meeuw knuffel. It's only $24.99. Haal hem nu op gamemeneer.nl. Ik heb hem een beetje overbelicht. Klein beetje. Maar ik heb al die settings opnieuw moeten doen. Dus het is af en toe nog een beetje passen en meten. €25 is nog best duur. Maar ja, je hoeft het niet te kopen. Als je het te duur vindt, ja, dan koop je het niet. Ja, zo simpel is het. Ik bedoel, Ja. Snap je?
Instinct, 100 bits. Dit is een nice spel, ik ken dit niet. Of is het een vraag van, is dit een nice spel? Ik ken het niet. Of dit is een nice spel, ik ken het niet. Ja, het is op zich... hey, Bark. Het is wel een geinig spelletje alleen. Ja, weet je, het kan veel tijd kosten. Wat gebeurde er? Dat deed... Oh. Stiek. I got a stiek. Ik dacht dat ik nog een stick zag. Nou. Ah, die heb ik nu op mijn rug. Oké. Okay. Lang wooden stick. Hij put zijn lang wooden stick. Number 2. Mike Games. 3 euro. Jammer nog. Maar als gewonnen weer is een beetje verlies. Ik heb een video naar je gelinkt op Twitter. Geen hele video. Zou je als je tijd hebt en zin hebt die willen bekijken? Nee. Doe ik wel na de stream. Maar niet tijdens. Ook in verband met de copyrights. De lekkere copyrights. Hey. Hey, zombermanen. Chabbetje pop, flap. Yep. Chop, chip, shibble, flap. Hey, hij ging best wel snel neer door die knife. Dat is nice. Maar HP is wel echt. Het is omlaag aan het gaan. Bandage, bandage, bandage. Maar ook al bloed ik niet. Komt misschien ook door eten en drinken gebrek. Ik gebruik er gewoon eentje. Just to be sure. Blowweb. Blow. DB. 5 euro. Hoe wil je rust gaan spelen? Het wiped elke week. Dus je kan je elke week opnieuw. Succes met je streampick. I got you covered, man. I got you covered. Ik werk in dat opzicht nauw samen met de admins. En die hebben de software om mijn basisje gewoon op te kunnen slaan. En dan als de wipe geweest is, dan staat mijn basisje er gewoon nog. Nou, waar de hel is die waterpomp? Hé, wat is dit? Vexoet. Zou hier ergens... Kijk, hier. Waterpump. Een beetje aan de rechterkant. Is het... Oh, damn. Misschien is het nog meer die kant op. Oh. Of hij staat gewoon letterlijk naast me. Hey. Take a sip. Welke koptelefoon heb ik? Staat allemaal in de Twitch-beschrijving. Oké, ik neem nog 2 slokjes. Zo. Welke game is dit? Leuk stream, by the way. Dit is DayZ. Dankjewel voor de 3. Yuri, 3 euro. Wat vond ik eigenlijk van de E3? Ik moet nog even een lijstje met games maken. Tenminste, dat kan ik misschien zo direct anders wel even... doen. Dat ik gewoon koekeloer naar de recap website. En dat ik daar gewoon een lijstje kan opnoemen van hey, dit vind ik tof, dit niet, whatever. Is dat een geinig idee? Ubisoft E3 show. Ja, ik heb wat dat betreft heb ik alles teruggekeken. Grotendeels alles teruggekeken. Rocktron, 3,90 euro. Is Pixark gedaan en je moet in rust zo een cupboard maken. Dat is hetzelfde als een totem in Hurt World. Dat werd mij inderdaad verteld. Het is niet in de aflevering gebeurd, maar... Dat hebben de admins uiteindelijk gedaan, want dat cupboard is letterlijk iets nieuws waar ik niet vanaf wist. Dus ik was offline gegaan, had even met ze gebabbeld. Toen zeiden van, hey, cupboard, dit, dat. Ik zei, hey, dat is een goeie. Doe dat even. En toen deden ze het. En daar ben ik ze dankbaar voor. Dankjewel voor de donatie. Is dit multiplayer? Jazeker. Flippity floop.
kruip hier onderdoor. Dat was letterlijk zinloos. Oké, drinken, we kind of got that covered. Ik moet echt iets van een rugtas en gewoon eten vinden. Hey man. Hey. Over here. Come and kill me. What, come and kill me, man. I need you to kill me. Are you in the bush or where are you? No, I'm here. Okay. I need you to kill me, man. I'm not going to do anything. I need you to kill me. You're welcome. Nou, dat gebeurt niet vaak, dat gewoon iemand naar je toe komt van... Hey, help me! Kill me! Scalpeer hem! Jemig, what the fu... I got human stick. Another human stick. Human stick. Nou. Oké. Okay. Dope. Dope. Alleen... Hey, lekker de cannibalist uithangen. Hoe de hel... Ja, tenminste... Oké, ik weet ongeveer hoe je... Waarom ligt hier ook iemand? Rounds. Helm. Die wil ik wel. Canvas pants. Hoodie. Steak, steak. Weg met een papier. Misschien was een maatje gestorven. En dat hij zat van... Hey. Errol. Radio, nog nooit gezien. Goed, Instinct, 100 bins. Swift Rage, ik weet niet wat het nut is met dit te doen. Wil je mij dit uitleggen, AB? Ik kan ik het meer doen. Begrijp helemaal niks van je zin. Wil je dat ik het spel uitleg? Sure, dit is DayZ, survival game, super hardcore. Spullen zoeken. Hoorde ik nou schoten? Oh nee, het is gewoon het gewiebel van dit gebouw. Spullen zoeken. Mensen schieten. Rennen. Doodgaan. Jeans. Flying shoes. Sure. En dan tik this off en tik this on. Yes. Goed. Let's go. Deva Land met bits. Doneer je ook gewoon Instinct. Dat krijgt hij op het moment aan het einde van de maand uitbetaald. Yes, correct. Bits zijn gewoon een andere vorm van donaties. Via Twitch zelf werkt dat. Thank you. Rocktron 20 met de 3 euro zegt en Pixark. Oh, is Pixark gedaan? Ja, Pixark is gedaan. Ja, nou ja, eerlijk is eerlijk. Er werd gewoon niet genoeg naar gekeken. En dan zit ik van, nou, als het niet goed genoeg wordt bekeken, dan mietig ik het weg. Dus, sorry man, rips in de chat. Maar dood. Can I take this? Heb ik dan meer ruimte dan een hoodie? Classy while staying warm. Volgens mij niet. Waarom kan ik niet gewoon een jas en een hoodie aan hebben? Why isn't that a thing? A thing goes scra. Pa-pa-pa-pa-pa. Skibidi-pa-pap, waar de bel ben ik? Serieus, heb ik alles hier al gehad? Nee.
belangen hier alles niet gehad. Ja, om letterlijk elk gebouw te checken is ook weer zo'n struggle. Check wel een beetje de rechterkant. Een beetje de waterkant. Vind ik van Super Smash Bros. Ultimate? Ja, zag er geinig uit. Maar dan behandelen we wel zo direct bij die E3 recap. Oh ja, trouwens, de nachten in deze game duren echt mokerlang. Maar dat had je misschien zelf ook al ondervonden. Hallo? Ik zoek Kiep. Eigenlijk gewoon Lucifer's money. Hey, kijk, het is mijn kanaal. Oh, die is ook wel leuk. Floep. Skibidi beep 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 beep. Oh ja. Dan trap ik elke keer in. Om elke keer omhoog te lopen en dan te zitten van... Oh ja, daar is eigenlijk geen ene fuck. Hé, hey, zombermanen. Lekker buggy. Vriend. Neef. Ree. De zombie zei ree. 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 Oh, infected heet het eigenlijk. Whatever. Oh, my God. It's Jacksepticeye. Oh, I got me an axe, mate. In before meest verschrikkelijke Schots-Brits accent. Ever. Of Iers. Mag ook. I do not discriminate. I only do accents wrong. Oké, laten we nog even een paar slurpjes nemen uit dat ene ding. Kijk, zie je? Ik heb net echt superveel water gedronken. En mijn water rechts onderin is gewoon nu alweer geel. Dat ik echt zit van... Ja, maar kom op. Give me a fucking break, man. Oké, hier was ergens dat waterdingetje. Nee, fuck it. Ik check eerst de huizen. Grondig checken, mannen. Misschien komen we iets belangrijks tegen. Iets wat ons leven kan verrijken. Ik moet ook lucifers vinden. Dus als ik lucifers heb... Dat is trouwens een leather sewing kit. Maar dat is gewoon letterlijk niet van toepassing voor ons. What? Oh, hey guys. Oh, hello. What's up? How are you doing? What? Not much. Yeah, bro. I'm trying to look for some food. Got nothing. Oh, we've got some. But do you know how to make a fireplace? Yeah, it has something to do with sticks. But you need like some fuel for it. So like bark or something. You want me to get some bark for you? No. We want to make a fireplace here, in this... Yeah, but you can, like, grab the bark and put it on there. I don't know, I haven't made a fire before, but a friend of mine has. I remember that you have to use rags and sticks to make a fireplace. A stick and, like, a rag, and combine them or something with, like, a torch. And the torch you can, like, upgrade to a campfire or something. Oh, I found it. Nice, I got some meat as well. Mind if I burn it on your fire? I can share. Sure. Nice. Wat een aardige mannen. dit zie je niet zo vaak. Oké,
Wait, where is it? It's like in the floor or something? I made a fireplace, but it's floating. Okay, never mind. What the fuck? Okay, here we go. Zal ik hem in zijn nek hakken ineens? Dat zou echt een feestje zijn als ik hem gewoon ineens in zijn nek hang. Of hak gewoon. Oh, do you have sticks? You know, to put meat on it? I got one stick on my back. I can split it, I guess. Oh, okay. Yeah, I got some sticks here. In front of me. There's supposed to be another stick, a long one. Oh shit. The long wooden stick I like chopped into this. I can grab another one, I guess. I think. Okay, cut some bushes. Okay, get the stick. Wait, I don't. Wait. Oké, ik kom echt aan. Oké, ik heb de stok. Zelfverzekerd dat ik de stok heb. Ik heb gewoon niet de stok. Oké, nu heb ik de stok. Oké, there you go. Oh, oké, good. Holy shit, dat kan gewoon daarin? Sick! So you need to like put meat on a stick and then you can put it in there? Blijkbaar. Wacht, ga ik ook even een stok halen. Stiek. Swap? Can I swap? Can you please get another two sticks? Yeah, I got one now. Okay, thank you. Where the fuck is my axe heen? Zit die op mijn rug? Ah ja, die zit op mijn rug dan. Okay. There's one on the floor. Steek hem in zijn nek. Ja, eigenlijk als ze zo direct zitten, dan gewoon. Kablam! Ja, die guy met het geweer, die zit echt te loeren. Hoe heet het? Maar ik heb voor de rest niks. Dus fucking boeien, weet je. Ik heb alleen een. Oké, ik had een stok. Okay, where the fuck is he now? Zie je? Waar dan heb ik die nou weer gehakt? Damn it. Long one and stick. I got the stick. Okay, so the stick we swap. So food combine. Ah, ik heb vlees op mijn stok. Koek. Oh my god, dit is zo gruwelijk. Thanks for the fire, man. I can give the cooked meat if you want. Well, yeah, sure. I mean, I got like 6 meat, so I need to cook it nevertheless or else it's gonna rot. Yeah, okay. Here you go. Oh, thanks, man. Have a good meal. Hij zegt het echt op zo'n hoe heet het manier? Snap je? Oké, heb ik het nu gedaan? Heb ik nu... even kijken. Eraf. Wacht. Shit. Hoe doe ik dit? Swap. Oh. Guess my friend crashed. Never mind. Oké. Is dit hem? Ja, oké. En dan swap. Can I like eat from the stick or wait? I don't know. I think you're supposed to take it in hands. Come up now. You mistake pristine. What? Swap. Het komt omdat ik die teringbijlen zeker heb. Wacht even. Leg ik de bijlen weer hier neer?
De vlees daar, die op mijn nek, die in de hand. Om nom 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 nom. Ik zit gewoon even te klooien dan met hoe heet het. Maar we hebben gewoon vlees. We zijn aan het eten, makketjes. En het zal het zijn als ik die guy nu in zijn nek schreeuw. By the way, does human meat make your character cry? You know. Well, like psychologically, what? Yes. I don't know, man. Is it doing this feature? Fuck it, ik ga nog even met hem eten. Want hij is wel gewoon chill, weet je. Het is gewoon een chille guy. I need some wood. I'll be back. Oké. Het is wel gewoon een chille guy, weet je. Dus ik ga je... Koek. Ik denk dat het vuur op is. Oh nee. Hé, waarom werkte het dan net niet? What about the sauce? Ja, echt hè? Ik ben gewoon nu kook op niks. Oh shit, you got matches, right? Wat is dit? 75 graden Celsius pristine human steak. Maar het is niet cooked. How do I put fuel here? I don't know, man. You know more than I do. Hup, builtje erbij. Ik swap wel even om een beetje vertrouwen te winnen. Swap. Ja, plep. Zo op zijn achterhoofd. Sorry, Bassie, 3 euro steken mee in zijn nek. James daarvoor met 3 euro. Hey Don, hoe heet dit spel? Dit is DayZ. Wait, where did it go? I don't know. In the floor? I put this lock in the fireplace and now I can't get it out. What the fuck? Shit. No, it's there. It's in it. Sorry, een ziekenwagen rijdt volgens mij langs een brandweer of politie. Ik kan de sirenes nooit uit elkaar halen. Volgens mij lukt het hem. Don't you need like small sticks to make it work? Okay. Yeah, but I can't put them in. Well, you can try if you want. Yeah, I don't have small sticks on me. I mean, here, it's for you. Three sticks in front of me. What? You can take the sticks into the fireplace. Well, as I said, I tried. Who the hell? Who the hell moet ik het doen? I mean, I can't drag them into fuel. Swap. Okay, wait, let me try. There's this fuel section. You should put them in there. Yeah, it's not working. I did this once, but I just could not put them again. Don't you need like other fuel? Maybe? Wait, let me try to get some bark and let's try that. Wait, let me try some rags. Bark, bark, bark. Ik ben een hond. Bark, bark, bark. Klik eerst op de fuel box. Oké, dat kunnen we proberen. Ik ga ondertussen ook wel even bark proberen te halen. Cut down tree. Het is niet echt... Ik moet bark hebben. Volgens mij moet ik dan een kleiner boompje hebben. Shite. Nee, dit is een bush. Dat is een zombie. I swallow... ja. Grappig. Dankjewel voor de bits. Hiya! 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 Ah ja. Goeie mechanics, by the way. Know what I'm saying? Hij draait opeens om en dan wordt hij wild. Oké, hij rent weg. Bark?
Volgens mij kan je geen bark pakken, al heb je een pick of een axe, zoals dit. Oh, hey. Firewood. Ja, weet je, tering groot dat is. Jesus. Kan ik deze gewoon even niet eten? Rauw vlees. Nam. Moet ik met even ruimte hebben. Past dit? Hoe groot is dit? Gewoon het hele oppervlakte. Heel fijn. Ja, dat past ook niet daarin natuurlijk. Doe even eentje weg. En ja, dan kan ik nog eentje in mijn handen doen. Oké, dan hebben we er twee. De Moensum. Thanks voor het abonneren. Welke huis was het ook weer? Hé? Hey? Oh, het was deze. Did it work? No, I think it's bugged. Oh shit. So, I'll just place a fireplace outside. Okay. Ja, werkt niet. Klik. Huh? Hoe werkt dat dan? Huh? I got the logs in, man. It worked. Maybe you can light it? Oh, now it works? I guess. Wow. Okay. Nice! Lekker eten. Die op de grond plakken. Als het goed is, werkt dat. Wait, what? There needs to be some kindling. That has to be like the rags and shit. Do you got rags? Or I got some. Yeah, I've got. Hoe split ik het in twee? Try putting it in. Doesn't work for me. Swap. Die op de grond. Die daar. Het is echt een. Het is een buggy game dit, jongens. Dus we moeten even. Kijk hoe dat allemaal werkt. Tik. Dit deed ik de vorige keer. Nog een tik. Is het in? Ja. Yeah. I guess it's bugged for me. Nou, I like to close like all the little windows. When it says like fuel and inventory, I just click all those away. Well, yeah. I tried to do the same, but didn't work. Oh, weird. Or maybe I was doing it wrong, who knows. Slecht inventory systeem. I know. Okay, here you go. Nice. Okay. Combine. I'll be back in a second. Gaan we weer lekker koken? Eens even kijken. Yuri, dankjewel voor het abonneren. Is your friend coming back? Yeah. He had an internet spike. Oh, yeah. Bro, can you remind me, is this UK 05? Yeah, I think server. So. Kijk, is 100 graden, is dat te veel? 100 graden Celsius? Nee, het ziet er goed uit, volgens mij. Kan ik ook koken? Nee. Nou, dit is wel gezellig. Mannen. ...100 graden is kooklevel. Ja, maar je hoeft hem toch niet meer dan dat te doen.
Want als hij 100 graden is, dan zie je hem van kleur veranderen. En je plop. Ik eet kaas met banaan. Goed zo, jongen. Vooral blijven doen. Ja, yeah, dat was al mijn meat, man. I'm gonna head on. Okay then. Wait, how did you make that bag? Where did you find it? I found a sack. Then you have to get 12 rags. 12. Put one stack in your hand and combine it with the other, and then you'll get a rope. Then combine sack and rope, and you'll get this improvised bag. Well, and you need to find a sack, like a burlap sack. Burlap sack first. Okay, thanks for the tip, man. And then you can upgrade this sack. Okay. See ya. You're welcome. See ya. Yeah, good luck. Oh, voor echt. Dit is werkelijk waar. In geen enkele survival game is dit zo. Dat je gewoon chill met iemand kan praten. Dat ze elkaar helpen en shit. Dat is serieus alleen in deze game zo. In elke andere survival game, al kom je iemand tegen, ze zijn altijd vijandig. Gaan altijd gelijk schieten of shit. Nou, dat is in dit geval ook wel als iedereen een gun heeft. Maar niet iedereen heeft een gun. Dus, ik weet niet, dat is een beetje de... Dat is dan wel de... Hé, dat is mijn kanaal weer. Daar is, dat is wel een beetje de pracht van deze game, vind ik dan. Yolo Joa, dankjewel voor de 10 euro dono. Oké, van wat ik weet ben ik nu bij Solnichny, dus we kunnen... We kunnen anders landinwaarts gaan naar Dolina. Het is niet heel veel daar, maar we zijn op zich voorzien van eten, dus dan redden we het wel. Dus dat is deze kant op. Ik moet even kijken op het bord of het überhaupt wel klopt hoor. Ja, klopt. Kane uit Raamsdonksveer. Dankjewel voor het abonneren. Ga ik zo nog wat anders spelen? Sure. Jarno. Gio, al een halfjaartje. Wist je dat het wetenschappelijk bewezen is dat 6 maanden precies de HE-LFT is van een jaar? Hoe is iemand nog nieuws? Wanneer komt de eerste Audi-vlog? Eerste Audi-vlog? Dan moet je niet bij mij zijn, makker. Maar wow, wat een wetenschappelijk feitje. Wist je ook dat er elke minuut in Afrika er 60 seconden voorbij gaan? Ja, heel goed. Dankjewel voor de 6 maanden resub, ouwe. BMW vlog. Mol. Niet zo happig op. Hallo. Helemaal niks. Hallo. Helemaal niks. Een helm en helemaal niks. Oh ja, by the way, deze game staat ook wel bekend als de ren-simulator. Indien je dat nog niet had gemerkt. Oh kijk, nog een helm. Well, what do you know? Hello. Ja, dat is het buitenbalkon. Ik verwacht niet dat daar iets ligt. Ik ga ook een beetje uit op vooroordelen van... Is deze badly damaged? Damaged. Omdat gewoon... Ja, je hebt niet denderend veel tijd. Je water gaat snel omlaag, je eten gaat snel omlaag. Kijk hier.
70% remaining 63, dat bederft ook gewoon. Tenzij je blikvoer hebt. Maar dat heb ik niet. Dat is zelfs kut. Skibidi beep 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 beep. Diep in de zee. Geen loot te vinden. Check het gebouwtje, sla dan linksaf en zie dan helemaal niks. Een teleurstelling is weer hier. En mijn water gaat omlaag. Diep in de zee. Ja. Hey, dit is mijn setup. Doe setup tour. Nou, daar zag je hem. Hey, working boots. Misschien is die beter dan mijn huidige schoenen. Meer steun, zodat je ook minder vermoeid raakt. Ik denk dat het zo geavanceerd wel gaat. Zeg maar, hoe beter je schoenen, hoe minder je water naar beneden gaat. Als je snapt wat ik bedoel. Minder vermoeidheid. Oké, waar de fuck zijn we? Zijn we in dit gedeelte? Ik denk het wel. Dus we moeten nog even doorlopen voor Dolina. Of we zijn bij deze drie huisjes. Dat zou ook nog wel eens kunnen. Nou, in dat geval moeten we nog even doorlopen. Even kijken, crack naar rechts. Ja, dat zou inderdaad hier nog wel eens kunnen zijn. Chips. Thanks, Martin. Martin. Welke telefoon heb ik? De Super Deluxe, geloof het of niet. Heel goed, heel goed. Rasputin Kvass. Fermented beverage made from bread. Alternative to water containing carbonated water, sweeteners, flavoring agents, etc. Van een blikje water op de auto. Kan deze open? Jazeker! Wat ligt er? Geen ene... Oh, touw! Dat hadden we nodig volgens die ene guy om dan zeg maar zijn rugzak te maken. Alleen dan moeten we nu nog een burlap sack hebben. Je kon ook een touw maken door middel van 12 rags, maar dat hebben we niet. Daarmee moet ik een teert rags. Oeh, blikkie op de koelkast. We got a water coverage. We vinden daadwerkelijk loot. Weet je wat voor opluchting dat voor een survivaler is? Hey, nog een blikje. Oh my god, er is hier gewoon daadwerkelijk loot. Vraagteken, fucking uitroepteken. Ik heb gewoon blikjes. Op de water. Hey, ik heb een bril. Toen zat ik bijna vast en was het einde verhaal. Weet je wat ik best wel gek vind? Kijk, oké, wacht. Visueel voorbeeldje.
Al wil je een campfire maken, heb je hout nodig. En om hout te hakken, heb je een bijl nodig. Oké, de bijl heb ik dan. Maar waarom de fuck kan ik hier niet gewoon een blok vanaf pakken? Het ligt er. Ik ga al Discord. Wacht even. Morok. Ik heb loot. Het zijn dat je Discord moet gaan, man. Gewoon, ze werden helemaal wild. Maar fuck jou, man. Waarom wil je niet met me gamen? Omdat jij bezig was met warships. Klopt, maar waarom... Nee, dat bedoelde ik niet. Ik bedoel, waarom zeg je zo gefrustreerd? Ik ga wel op Discord, ik ga wel met de borrel. Oh, dat. Ja, nee, maar dat kwam gewoon omdat uit het niks het 200 keer in mijn chat stond. Ik zei het, man. Ik was de schuldige. Fucking hond. Morg, ik heb gewoon loot gevonden en aardige mensen. Wat? Ik ben een baas. Ben je niet alleen? Ik ben alleen. Oké, ik kom eraan. Mijn moeder heeft gebeld. Ze zit in Turkije. Ik bel eventjes een paar minuutjes, dan kom ik, ja? Oké, kom maar. Skibidibibib. Dibidibidib. Is hij gemute of kan lul ik gewoon ook door zijn stream heen? Nou ja. Je mag gewoon lullen, man. Ik heb alleen mezelf gemute. Oké, lul X. Lul. Lekker lullen met de mannen. Hey, Splitting X, die gewoon pristine is. Combine? Nee, swap. Ik heb een goede bijl in plaats van een slechte bijl. Hak de zombie in der kopje en dan gaat ze neer. Oh nee, ik was even aan het bloeden. Maar alles is nu weer oké. Dan ik maar wachten op de E3 recap. Ja, we gaan met iets van een half uurtje of een uurtje of zo. Kunnen we wel even een pauze inlassen. En al komen we terug van die pauze, dan kunnen we de recap doen. Want dan kan ik ook gewoon even uitloggen uit deze game. Zodat mijn guy gewoon niet verhongert. Oh my god, it is a zombie again. Blip, 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 blip. Oh my god. Hey, kogels. Dat zijn niet dezelfde. Dit is 380. Dat is... Yes. Yes. Waarom kan ik ze niet meer oppakken? Heel goed dit. Top. Oh my god. Ze zijn geel. Hebben. Oh my god. Ik dacht het is body armor, maar het is gewoon een fucking broek. Alright bro, alright. Alright. Now listen. Welke server zit je? Fuck. UK05 was het geloof ik. Oeh. Oké. UK05. Maar ik ben aan het zoeken, al. Ja, maar je spawnt zeg maar niet. Of je spawnt gewoon op de plek waar we laatst zijn uitgelogd. Dus. Oh. En daar ben ik gewoon niet meer in de buurt. Oké, geen probleem. Nou. Ik vind de server ook niet. Perfect. Roelman, 3 euro. Je zei toch dat je Rust nooit meer zou spelen omdat het een spel was? Verklaring. Ik zocht weer even wat nieuws. En op zich, die nieuwe Rust had ik nooit volledig geprobeerd. Canned baked beans, oh my god. I'm a drink this. Moet ik eerst die stok wegmieteren. Swap. Dus, ik zocht iets nieuws, et cetera. Stream snipers, ja, yeah, I know, maar... Deze game is al moeilijk genoeg. Dus tegen de tijd dat mensen hier komen. Waarom de... F? Hoe? Nou ja.
Sepp, wat vind je van deze game? Of van deze film? Nee. Hier, Inception. Kijk, Shawshank Redemption, die bijna hoogst... Nee. Hier, Dumb and Dumb... Nee. Hier, auto's die tegen de bal aanrijden, het lijkt op Rocket League. Ja, ja, laten we die fucking film kijken. Zeker. Nice. Ik heb je door, Keesje. I got you. Weet je, fuck Don ook. Oh, hey Don. Hey. Vriend, hoe is het? Hey, maatje. Hey, hoe is het met de jongens? Hey, makkertje. Hey, hoe is het? Kom op! Dat was wel één goede morgen. Ik heb pijn in mijn keel, nee. Ouwe, hoe vaak wij schreeuwen tegen elkaar via WhatsApp is gewoon niet normaal. Ja, dat is echt fucking kut, ouwe. Laatst. Ik ging helemaal stuk, ouwe. Weet je wat ik daarvoor had gedaan? Ik ging gewoon naar mijn woonkamer lopen. En schreeuwen richting muren waar geen buren zaten. Fucking nice. Lekkere game, goede game. Alright, interessante game. Alright. Ik zat bijna verder in de kwewe, maar toen ben ik eruit gegooid. De kwewe. Ga terug de kwewe in. Ik ga erin, maar hij gaat niet. Ik ga terug de kwewe in. Oh, ik zie het. Steam Friends. Frits de Weerman. Mikkemat. Plus 56. Er zitten mensen op jouw server, vriend. Nog meer mensen. Ja, tuurlijk. Die ook in mijn friend zitten. Oh. Hoe de fuck? Geen idee. Wat? Waarom? Waarom kan ik de hoerenserver niet joinen? Waarom komen al jouw friends mijn kant op? Ja. Stop! Ik kan de server, ik kan niet op connect drukken. Ja, maar waarom niet? Morgen, kom op. Kom op nou. Ja, maar kom op nou! De ontlading moet wat beter zijn. Je hield hem nog een beetje zo in. Ja, ik hield hem in. Ah, dat is wel mooi gevonden. Refresh the list. Refresh the queue. Maar wat ik niet begrijp is, gisteren haatte je de game en nu speel je gewoon weer de game. Morok, ik begon mijn stream ook gewoon echt van... Chat, zorg niet dat Emre te weten komt. Nee, wat zei je? Ik zei zo, chat, zorg dat Emre het niet te weten komt. En uiteindelijk zit ik hier. En ik heb bonen gevonden, Morok. Oh shit, ik stap de game weer even op. Jarno, 100 bits, kunnen we een The Crew 2 serie verwachten als de game uitkomt of ga je het streamen? Of ga je het privé spelen? Privé en een paar video's, denk ik. Geen serie, maar wel een paar. I don't know, ik ben een beetje bang dat het... snel verveel, I don't know. Dat, de hele tijd aan de kant gezet, man. Wat? Nee, Morok, je mute me de hele tijd. Ik praat altijd tegen mezelf. Sorry, man. Nee, ik ga op een andere server. Is goed. Ik zit position in de... Perfect. Position in Kwenwe is 1. Wacht op de Kwenwe. Morok. De missie moet helder zijn. En de missie is, we gaan naar Northwest Airstrip. Morgen, ik ben al bezig. Ik zit... een beetje rechts onderin. Nou ja, je bent heel goed bezig dan, ja. Ja, maar ik heb eten. Ik heb eten. Echt? Ik heb eten en drinken, dus ik kan wel aan eind komen.
Ik ging gisteren helemaal stuk toen je zo fucking blij was dat je een kip had gevonden. Ja, maar morgen kon ik eindelijk kjup eten. Klopt. Maar dat was ook gewoon even de redding, de tijdelijke redding. Klopt. Ben je daarna nog wel dood gegaan? Ja man, ik logde vandaag in. Met gewoon letterlijk niks. Door. Ja. Het was gewoon echt, ik deed 3 stappen en gewoon... Fucking nice. Ah, positioning Quenwe is 1. Je bent er bijna, Morok. Ik ga ondertussen even een betoog schrijven over klassieke muziek. En zorg dat je die af hebt voor morgen. En dan zit je nog steeds Quenwe 1. Ik wil Quenwe 2 zitten. Nee, maar je mag niet Quenwe 2 zijn. Je bent alleen Quenwe 1. Oké. Eerste klas Quenwe. Lekker, ouwe. Iemand zegt in de chat, ik ben stiekem zo'n 50 jaar oud stinkventje die uit zijn navel eet. What the fuck? Wat, maar morgen, kom op. Zogenaamd, jij zou dat niet doen, zo'n... Ik zit 10 minuten navel met jou in mijn stream en het gaat over mannen met midlife crisis die gewoon navelpoep chappen. Ik kan niks aan doen, bro. Ik denk echt dat ik een afwijking heb, man. Hoe gaat het bij jou op het werk dan? Dat je gewoon zegt... Dat je gewoon loopt naar je baas en dat je gewoon zegt, zou jij... Nee, dat niet. Maar ik had wel laatst aan collega's echt gewoon opeens in de pauze. Maar er werken ook gewoon oudere mannen en zo bij ons, toch? Ja. Die gewoon dit soort dingen nooit bespreken. Ik zeg gewoon zo, Herman, zou jij... Maar dat hij zo nog eerst best wel serieus naar me luistert. Ja. Herman, zou jij... zou jij voor 1 miljoen... En dan kijkt hij echt zo, oké. Zou jij voor 1 miljoen... Van je bal doen en dan dichtgappen. En hij kijkt me aan, gewoon... Ik hoorde het niet, want je was aan het laden. Dus Discord ging robo. Ik zei tegen hem, Herman, zou jij voor 1 miljoen... Zou je een van je ballen tussen een bankschroef doen en hem dan dicht doen? Kom op. Waarom die nou weer? Maar hij keek me echt aan van... Wat is er met jou aan de hand? Ja, gewoon precies dat. Wacht, ik doe even een Daisy map op. Monok, waarom rennen deze zombies zo fucking snel? De game is weer gecrashed. Perfect! Oh, by the way, je kan in huis heb je ook van die oventjes, zeg maar. Oké, perfect. Ja, nu? Oké, nu hebben we. In oventjes heb je van die. Of in huis heb je van die oventjes. En dat kan je ook gewoon als een fireplace gebruiken. Oh, serieus? Yep. Okay. And I just found myself a Makarov. And maybe... Wacht, wat ging er in de Makarov ook weer? Punt 35 of zo? Punt 32? Punt 30? Iets met een 3. Waarom kan ik niet in de fucking Quenwe komen? Ik ben nu 6e. 5e. Perfect. Weet je wat er in kan? Punt 380, waar ik maar 1 kogel van had. Nou en tenminste 1. In de Quenwe. Kapow! Shit. This is bad, my friends. This is bad. Hey, een kiwi uit een zombie. Nee. Ik heb een kiwi gevonden, Morok. Fucking ziek. Ik had gedacht dat ik blij zou zijn met een kiwi. Kiwi. Position is Quenwe is 1. Morok, verbeter even je Quenwe. Ik ben bezig met de Quenwe. Ga jij er even uit dan? Ja man! Chat, moet hij eruit of niet? Morgen. Oh, what the fuck, ik ben weer uit de queue! Ik heb weer
een blik bonen gevonden, Mork. Dit is de beste dag. Dit is de bonen game dag, of niet? De bonen game dag. Ik heb zelfs ook een can opener gevonden, zodat ik de bonen nog beter kan openen. Perfect. Nu kan ik weer niet op connect drukken. Auwe, kom op! Ja, maar kom op! Connect hem dan, Amnesty Team. Goed zo. Moet weer robotstem worden. Wat een fucking bullshit dat ik elke keer mijn game moet moet resetten. Elke keer, wat is dat? Ja, maar morgen kom op. Ik zit hier gewoon te wachten. En je komt maar niet. Oké, hoe kan ik schuiven dat ik dat ene ding nog mee kan nemen? Oké, tja, dat gaat nu lukken. Positioning Quabba 2. Positioning Quabba 1. Quabba. Wat gebeurt er? Ik wil 2 blikken bonen meenemen, maar het gaat denk ik niet lukken. Waarom de fuck heb ik ook gewoon nog steeds geen tas gevonden? Eet de kiwi! Staat Spanje-Portugal 3-2? Oh, dat had ik als uitslag gegeven. Lekker! Hoe lang is het nog spelen, chat? Gaat erin, Alanama! Goed zo, Aluni. Yes, ik zit erin, Aluni, Veroni, Sigoni! Yes, ik zit erin. Chop me, pik. Nou, kom op. Sorry. Krijg je nu geen inkomsten meer? Nee. Als je een burlap sack vindt, kun je een rugzak maken. Ik weet het, Bountycraft, alleen... Burlap balsack. Fuck it, ik neem hem gewoon mee in mijn handen. Shit, nog 30 minuten. Ik ga gewoon zombies mappen met een blikboon in mijn hand. Heb je niks anders? Nee, ik heb geen ruimte om het, zeg maar... Heb je geen bijl of zo? Ja, ik heb wel een bijl. Maar die draag ik nu op mijn rug, omdat ik anders geen ruimte heb om die fucking blikbonen... Ik wilde gewoon de blikbonen meenemen. De bonen game. Morgen, het is de bonen game. Het is gewoon een kwestie dat je zoveel mogelijk bonen verzamelt. Dat is wel zo. Voor de mensen die vragen welke game dit is, dit is Bone-Z. Daybones. Je moet bonen pikken. Maar ouwe, je weet toch, de missie is wel Noordwest, hè? Ja man, sowieso. Dat is de missie, dat we daar tenminste één keer komen. Ik hoor een kip! Ja, ik zie hem. Je zegt dat je handen kan wassen bij van die waterputten. Ja, handen kan... Oh, what the fuck? Je kan scrollen, man. Je kan je handen wassen in die waterputten. Waarom de fuck zou je handen willen wassen? Ja, omdat je... Weet ik veel. Ik heb nu schone handen weer. Oh. Je kan ook je kont wassen. Perfect. Daar zat ik echt op te wachten. Laat me funzig zijn. Hashtag funzig. Oh, yo, what up, man? Do you have any food? Come on, man. I'm dying. Please, bro. Please, my friend. No. Hold up, man. Just hold on, man. Come on, bro. Come on, wait. Hold up. Alright, just give me... You know? Just... Can I get the axe? Not with your head if I can get the axe. Zeg dat hij moet bukken. Bend over, boy. Niet op die manier. No, my friend, I'm afraid, my friend. I think you will kill me, my friend. Are you going to kill me or not?
Okay, I take the axe very, very slowly and very carefully, my friend. Morok, ik heb een gun! I got it, man. Do you have any food for me? Please not, please not. One in the chamber. Let's go, boys. Please don't, please don't, please don't. Zeg please, gewoon, please, please, please. Please. Don't shoot, don't shoot. Ik geef hem een fucking smack op zijn face. Come back, you motherfucker. Come back, you motherfucker. Woep. Mark, doe de don't shoot, don't shoot. Ik probeer hem te ownen. Hij probeert weg te rennen. I'm Jikirif. Come back, you bitch. You're a fucking noob. You're a fucking noob. I'm the X-Man, motherfucker. Ik vind te veel bonen. Ik wil alle bonen meenemen. Dit is niet goed voor mijn gezondheid. Ik heb hem gekilled. Fuck it. Ik gooi gewoon die half opgegeten weg. Hoppakee. Twee verse blikken bonen. Welcome to the Bean Bandits. Goed hij zo, hij zal me sowieso doodschieten, man. Goed zo, Morok. Hij heeft me gekilled. Hoe kan dat? Je zou hem toch pakken? Ja, Morok, kom op, man. Ik had geen HP, niks deze. Ik had fucking veel kogels en een zieke gun. Ja, maar don't shoot. Ik deed de don't shoot, maar hij deed niks. Ja, maar kom op. Oké, waar ben jij? Ik ben bij Dolina. Wat? Dolina. No joke. Dolina? Ja, Dolina. Dat is... wacht even. Oké, ja, ik zie het. Ik zie het, oké. En ik heb, ik heb een rifle met one in the chamber. En ik heb daar heb echt 8 kogels van in totaal. Oké, nice. Wat voor rifle heb je dan? Een... Sporter 22. IZH-18 rifle. Morok, het zit daadwerkelijk gewoon eens een keer met me mee in deze game. Ik hoop dat je doodgeschoten wordt. Nee, dan ga ik gewoon don't shoot. Ren, Ron, dat is echt don't shoot. Ren okay. De andere kant op. Nee, okay. Dolina is deze kant op, toch? Oké, Bounty zegt dat jij zuidwest zit. Hij is best wel dichtbij. Zuidwest van mij, bedoel je? Ja, waar? Ja, ik ben in de buurt. Ik ben in de buurt. Waar de fuck ben jij dan? Ik kom eraan. Ik kom zo meteen landinwaarts rennen en dan kom ik precies jouw kant op. Ja, maar wat de fuck moet ik in de tussentijd doen? Naar mijn pikshorren of zo? Gewoon fucking looten en dan kom ik eraan. Ja, maar jij wilt mijn bonen hebben, motherfucker. Ik wil jouw bonen helemaal niet hebben. Motherfucker, you want to take my beans? Fuck your beans. See how it is, motherfucker. You want to take my beans? You wanna suck my dick? Bounty, waarom gaat mijn HP omlaag? Help! Het gaat weer omhoog. Goed. Waarom de hel kan ik gewoon geen burlap sack vinden? Terwijl dit is zo'n oven of niet? Bok, het is een oven. Mork. Nee, dit zou het wel moeten zijn. Ik zoek een burlap sack. Ik zoek iets om te eten. Voeten, handen. Pikken. Kijk, probeer ik het te verbeteren en lukt het niet. Nee, je was goed onderweg, Mark. Maar mijn brein is gewoon geïnfecteerd door de funspraat. Nee. Makta. Wacht even, man. Wacht. Ik moet meer naar het noorden toe. Kom op, doe het voor de don't shoot. Ja, kom goed. Ik kom eraan, langzamerhand, maar ik kom eraan. Even papier vouwen en tussen mijn toetsenbord leggen. Precies dat. Fuck it, het kost zoveel moeite om dat te fixen. Okay. Mijn zoon gaat achter de oudere meisje aan. Meisjes aan. If that's what he's into. Klopt.
Ben jij ook soms op die granny shit? Granny shit? Hoe bedoel je? Op die grandma love. Oh, nee man. Jawel, Mork. Maar waarom doe je dit me nou weer gewoon aan? Waarom doe jij zo? Kom op, Mork. Mork, kom op. Mork, jij houdt gewoon van die... van die knie-memmen. Die gewoon hun eigen memmen knietjes geven. Die gewoon kniebeschermers om die mem moest zetten. Dat ze gewoon helemaal breu zijn van alle knietjes. Gewoon blauwe memmen. Wat een smurf memmen. Sowieso. Ja, ik bedoel, je inkomsten zijn toch al weg. Kunnen we net zo goed nog doorgaan. Mollen, ik zie het al voor me. Hoe gewoon zeg maar zo'n guy van YouTube dan deze fucking livestream terugkijkt. En gewoon opeens een opmerking hoort over kniememmen. Je zit van... Dan zou die, nee. Dan zou die gewoon moeten zeggen, deze stream verdient nog meer geld. Ja, gewoon hier, alle advertenties gaan hier naartoe. Klopt. Maar Mork, waarom jij gunt mij geen geld. Jij verneukt mijn streams gewoon altijd. Oh, altijd! Hé! Tja, dit doet... Nee, dit doet me gewoon pijn. Man. Altijd! Doe maar zo, man. Doe maar zo, man. Doe ik zo, mijn best om de kinderentertainer te worden van een... Chat. Van een groepering van minderjarigen. Zien jullie dit, chat? Kom altijd met Don, kom gamen. Ik heb een backpack gevonden, motherfucker. Wat gebeurt hier? Ja, maar Mork, kom op! Heb jij eten? Ik heb eten, hoor. 2 blikken bonen. En ik kan nu meer meenemen, aangezien ik een rugzak heb gevonden. Oké, okay, nice. Pogchamp in de chat. Ik moet hier ergens... landinwaarts, maar... Misschien moet ik dit even looten. Mork, ik heb een key-up gevonden. Lekker. Oh, ik heb hem gehoekt. Lekker. Looten. Shit, ik kan hem niet... Ik kan hem niet in mootjes hakken. Ik heb een bijl. Is te groot. Shit. Kan hij helemaal niet naar binnen? What the fuck is dit? Wat ik wel verwacht. Chips. Ga naar Don dan. Ik ben onderweg, maar als ik niks vind, dan ga ik dood. Wat een verhaal. Ai! Hier ligt iets. Ammo. 7.62. Stop het in je reet. Ik heb het gedaan. Zet veel dingen. Ik heb hem zo overdwars erin gestopt. Dat zijn die hardcore zetpil dingen. Oh my god. Met doos. Dan gaan. Zeg maar dag tegen je advertentietjes. Dag! Er is een waterput in deze stad. Waar? Lik de ammo. Wat is dit nou even een soort gebouw? Kan ik met een crowbar een kip ontleden? Oh! Ik heb een fucking MP5K gevonden, ouwe. Ik heb gewoon een public address system broadcaster gevonden. Gruwelijk man, als je MP5 hebt. Misschien kan ik hem in mijn backpack doen. Alhoewel, misschien heb ik er wel de kogels voor. Ik heb een human steak gevonden. Oh ja, dat kan. Die heb ik ook gewoon op zitten eten. Echt? Zonder te koken? Nee, wel te koken. Ja, hoe moet ik hem chappen? Koken? Ik heb geen lucifers. Ja, dan is het fucked up. Volgens mij kan je dat ook wel rauw eten. Mhm, denk het ook. Ik heb weer kogels gevonden. 9 mm man, voor je MP5. Ey, meenemen. Nu gaan mensen don't shoot bij mij doen. Klopt. Hé, maar bro, eerlijk hè. Stel nou... Nee, dit is even geen vreemde shit. Stel je zit in zo'n situatie, zo van zo'n Daisy shit.
En je vindt inderdaad echt zo'n... gewoon een persoon die net is overleden. Je weet gewoon, hij is net overleden. Oké. Okay. Maar je weet gewoon, als je niks eet... dan ga je gewoon 100% dood. En hij is het enige wat je hebt. En jij kan wel vuur maken. Zal je hem eten? In een apocalypse situatie zou ik wel een poging wagen, ja. Nou, ik denk echt wel dat iedereen dat zou doen, man. Ik denk dat je uiteindelijk zo ver heen bent met je gedachten... dat je gewoon niet eens meer logisch na kan denken. Oh. Nou ja, ik zeg maar... hem opeten is dan volgens mij een hele logische benadering. Ja. Maar het is wel een vreemde gedachte, man. Ja, ik heb dat no message sowieso. Received. Perfect. En no, ik ook! Lekker voor je. Oh, come on. Oh, wacht. Misschien is hij gereset. Dan hebben we nu weer goede loot. Dat zou kunnen. Ja, fair enough. Alleen, welke fucking... Dan moeten we gewoon een willekeurige server weer zoeken of zo. Nee, weer diezelfde. Oké. Ja, als ik hem weer kan vinden, hoor. Je weet welke het is? Ja, 05. Ja. Oh. Alsnog word je ziek van cannibalisme. Ja, maar als je het vlees goed kookt... op een of andere manier... Ja, het is wel rare shit al. Ja, tuurlijk is het raar, maar... Ik bedoel, Cannibal of Hannibal zal er ergens op gebaseerd zijn. Ja. Mijn game gaat weer crashen. Ja. Perfect. Er waren mensen eens neergestort met de vlieger ergens in de berg of zo. En om hunzelf leven te houden, aten ze de andere dode passagiers. What the fuck? Nou, maar als je echt niks anders hebt. Het is opeens midden in de fucking nacht. Oké, ik heb nog wel mijn loot. Zit jij erin? Ja, ik zit erin. Dat is fucking geluk. Maar ik denk dat je nu zieke loot hebt, hoor. Waarom gaat die zombie niet neer? Jezus, zo moeilijk kan dat toch niet... Ja, maar dit is fucked up. Alle zombies om me heen zijn ingespawnd. Die crowbar doet echt bok damage, man. Please crash niet, please. Maar dit is zuur, want ik had nog een backpack gevonden. Nu loop ik... Oh, hé, de backpack ligt er nog. Fuck it out, ik ga gewoon weer mijn axe gebruiken in plaats van de crowbar. Het ging beter. Ik wil wel op zich de backpack, zeg maar, voor jou meenemen, maar dan moet ik volgens mij die MP5 achterlaten. Oké. Okay. Nee, niet doen. Neem die MP5 mee, man. Wacht, I may have Fuck a plan. I may have a plan. Ga erin. Ga erin, ik zweer het. Ik ben fucking boos. Ik ben hoerenboos. Shit, je kan geen backpack in een backpack doen. Well. Ik kon vroeger wel. Yep. Oh my god, Morg, what the fuck? Ja, ik weet het ook niet, ouwe. Ik kan nu weer niet op de fucking connect knop. Dang it. Ik heb nog zo'n rifle gevonden. Rifle mijn knife. Neem die MP5 wel mee. Huh. Ja man, fucking die axe is gewoon zoveel beter. Ja, dan de crowbar. Ja. Crowbar, I don't know. Connect niet of zo. Oké. Okay. Please, ga erin. Hij gaat weer crashen. Oh! Jesus. Oké. Okay. Met die reset zijn ook fucking... alle zombies gerespawned.
No joke. Maar ik zit in een soort cel. Of gevangenis, whatever. Misschien dat de loot hier dan gereset is? Lekker morgen, goed zo, ga ze door. Nee, ik heb mijn alerts niet uitstaan. Alleen, de laatste donatie was een half uur geleden, dus... Misschien dat dat je in verwarring brengt. Kan je met papier in de fik zetten, heel goed. Nee, zelfde loot ligt er gewoon nog. Alleen nu zijn gewoon alle deuren weer dicht. God, wat liggen hier veel bijlen. Is het ook, zeg maar, chat, hoe meer shit je meedraagt, hoe minder lang je kan sprinten? Want mijn balk hier links onderin lijkt wel gewoon... Ja, oké, okay, daar ligt het dus aan. Goed, goede ondervinding. Get down! Hey, peaches. Weet je wie ook een peach is? Lotje. Ja, ja, ja. Got the double smack on the face. And she's down. Oh. Pepsi. Geen Coca-Cola als ik Pepsi. Goeie line, pick. Nou ja, mijn karakter hoeft nog niet te eten, dus I'm good. Alleen echt fucking kut dat het weer donker moet worden. Het staat op 60%. Nee, Don, niet double smacken. Ja, maar anders gaan ze niet neer. Af en toe is een double smackje gewoon even vrij. Het is gewoon klaar, klaar. Priba biep, pap, pap. Skibidabiep, biep, pim. In een vroempongkodongkong. Skiat, ik ben een oude meme. Woep, 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 woep. Dat was niet zo wijs. Daarom. Oké, okay. Heel goed dit. Waar? Waarom werkt dit niet? Oké, waarom glitchen we beide door elkaar heen? Heel fijn dit. Hijgen. Police car. Dus kijk, ik zat net bij de water pump, dus ik denk dat ik nu naar supplies aan het lopen ben. Duncan, wat voor kutgeintje maak je nou weer? Ik zie en oud. Oh, een oude meme en oude... Oh ja, oké, okay, I get you. Oké, okay, oké, okay, Duncan, oké. Okay. Heeft net 150.000 abonnees, gelijk arrogant. Zo zonde dit, zo zonde. Dat is een geintje, by the way. Neem het niet te letterlijk. Sarcasme kan af en toe niet worden opgepikt via het internet. Af en toe, vaak. Wat is dat? Gras.
Schoenen. Nachten mogen ze van mij apart echt korter maken. De grootste angst is juist als je alles overdag moet doen. Waar ben ik eigenlijk naar op zoek? Ik heb al kogels, I guess. Kogels en een magazijn voor mijn MP5. Alleen daarvoor moet ik meer doorlopen. Laten we de Polana aanhouden. Ja, yeah, sure. Ik geloof dat dit het juiste pad is. Oh, oh. De double smackerono. Bouw een base. Kan niet in deze game. Voor zover ik weet. Funzige man. 5 euro. Heb je Man Don't Dance gezien? Het nieuwe nummer van Big Shaq. Wel gezien. Maar ik vond hem niet zo catchy als de eerste. Maar hij was wel oké. Okay. Thanks for the 5. Wat is mijn naam in de 3 euro? Je bent echt een goede YouTuber man. Hoop dat je lang door blijft gaan. We shall see. We shall see. Ga ik de hele tijd DayZ spelen? Nee. Maar een beetje jammer dat het bij Emre niet wil lukken. Anders hadden we samen kunnen spelen. Ben ik hier al geweest? Ik twijfel nu opeens over mijn navigatie. Ja, ik weet even niet meer welke kant wat is. Oh, shit. Oké. Fabriek. Grote weapons. Chat, help me even. Ik vond dat ik hier nog niet heb gelopen. Ik ben toch niet al in het volgende dorpje. Dat kan gewoon niet. Heb je daar een batterij voor nodig om hem aan te zetten? Of een accu of zo? God, ik ben weer terug bij de waterpomp. What the fuck? Die kant op. Alhoewel. Mijn water is geel. Oh! Oh my god. Schoten. Weg. Waar de fuck is mijn gun? 2. Oh my god, haal die crowbar van mijn nek. Oké, de die zombies gaan op al die schoten af. God, wat is dit nou even, kleine supermarkt? Hey, jas. Oh, oh! Sweet Jesus. Oké. Rope. Heel goed, waarom de fuck? Zo. Oké, it's time to get the fuck out of here. God. Ik ga niet zo goed kijken zo.
Not a bot, move along. Dankjewel voor het abonneren. Lang ben ik al bezig. 1 uur en 3 kwartier. Even kijken, hier is een bruggetje, klopt dat? I guess. Waar de wegen splitten. Misschien is dat naar dat. Ik hoop dat ik de juiste kant op ga. Not the bot, move along met de 245 bits. Zo, weer een maand gezupt. Ik zie het, makker. Dankjewel. Ik ben het. Hey, maatje, hoe is het? Hoe is het? Wat gebeurde er? Ik was zoutig en toen zag ik mijn vriendin. En toen ging ik even praten. Lekker, ouwe. Hij gaat weer crashen erin. Zie, ik moet gewoon vaker weg zijn. Kijk, hij doet het in één keer. I'm here, motherfucker. Serieus? I'm here. Het is wel gelijk een zombie in mijn anus gespawnd. Oh my god, zoveel zombies. Hij zit vast in dat hek. Fucking nope. Ja, ik ga het dorpje even bij mij weg, of er vandaan, want ik hoor opeens een gunshot bij mij, dus. Oké. Okay. Ligt er veel loot? Backpack gevonden. Serieus? Ja hoor, ik vind gewoon gelijk een backpack, what the fuck? Lekker hoor. Alleen ik ben mijn navigatie compleet kwijt. Kom wel goed. Laten we eerst gewoon een beetje looten en zo. Ik kom zo meteen naar jou toe. Fuck, ik ben beetje, de verkeerde kant ben opgegaan. Eten vinden. Ananame! Wat je laat me schrikken. Bro, er zat opeens een zombie in mijn reet. Kijk, dat is best lekker. Ik ging wel de goede kant op. Oh. Dus dit is goed, Bounty. Oh mijn god, ik schrok me dood, ouwe. Davy Jones is locker 9 maanden resub. Wauw. Dankjewel voor de resub. Mag ik een applaus in de chat? Nee, de andere kant. Kut. Thanks voor de tip. Ik had 3-2. Kut. Ja, het is 3-3, zag ik voorbij komen. Ik word gesmacked door iemand. Dude, what are you doing? Don't you. Morok, ik heb hem in één keer KO geslagen. Hoe dan? What the fuck? Fuck you, bitch. Fuck you. Ik geef hem 1 fucking haymaker en hij is in één keer dood. Kijk, dat zijn die goede dingen, neef. Ik geef hem 1 fucking haymaker, ouwe. Ik dacht serieus dat hij me dood zou slaan, man. Oh my god, what the fuck. Ik ben trouwens nu onderweg richting Polana. Ik ben dood. Maar morgen. Waarom deze trieste bedoelingen? Ik ben dood. Ik had hem zo lekker gesmaakt. Ik ben ergens in het binnenland gespawnd, al. Fuck. Bounty Grab, help, waar ben ik?
Wat? Ik ben verward qua navigatie. Hoe de hel is dit een links-rechts pad als ik alleen maar eentje op de map zie? Oh, ik eerlijk zeg, ik heb hem verrot gesmakt, man. Ik gaf hem één hoek, hè, Don. Één. Eén vieze heb je nodig. Ja, man. Ik heb hem eentje gegeven en hij was gelijk KO. Misschien was hij ook al low HP. Dat zou kunnen. Er staat ook gewoon wash your hands bij fucking cola. Gadverdamme, van die plakkerige cola handen. Ik heb echt geen idee waar ik ben. Yo, what up, Flair? Nee, moet je wel hebben? Ja, ik ben nog steeds bij Dolina. Denk ik. Maar ik raak ook een beetje de weg kwijt. Ja, moet ik nou landinwaarts of niet? Ik heb geen idee, man. Hoe blij zijn de gasten nu die bij de airfield zo rondrennen? Ja, met die reset. Yep. Hey, ik hoor een kip. Wacht, laat me eerst even een bijl vinden ofzo. En er was daar ook een waterwell op zich. Yes, ik heb een mes gevonden. Oh my god. The fuck? My luck. Come here, chicken. Mark, je moet gauw even spullen van me overnemen. Ik draag te veel spullen. Ja, ik weet niet eens waar ik ben. Ik ben een kip aan het skinnen. Oh my god, hij skint de kip niet. De kip is serieus oh nee, dat doet het. Je kan zo eten, toch? Wat, rauw? Ja. Ja, kan wel. Volgens mij deed het niks. Dus, qua ziekte deed het niks. I don't know, check maar. Jeremy JJT, dankjewel voor het abonneren. Shit, bro, had ik eindelijk een fucking backpack. Oh, wacht, ik heb hier een matchbox gevonden. Jij zei dat je... Op wat kon je koken? Ja, op zo'n... hoe heet het? Zo'n oventje in een huis, zeg maar. Dus gewoon met een schoorsteentje en shit. En dan wat kon je daar... Dan zag je heel zo'n inventory bij de oven. Oké, dan is dat niet degene die ik nu heb gezien. Hoe drink je ook weer uit water? Gewoon uit zo'n plasje. Bukken. Ja, en dan staat er dan... Kraantje onderin staan. Oké. En dan met je hoofd naar beneden. Oh ja. Rauwe kip heb je kans op salmonella, maar het kan goed gaan. Oké. Ik heb ook een barrel gevonden. Er is geen ziekte in deze versie, je kan gewoon rauw eten. Ah, oké. Je pizza bezorger, 3 euro, geef je pizza bezorger volgende keer van dit geld voor je. Maandag stond ik voor je deur. Had ik maandag pizza besteld? Nou ja, ik had inderdaad maandag pizza besteld. Hmm.
Ja, thanks voor de 3 euro. Yo, zeg ik dit. Beetje eigenaardig. Weet niet helemaal hoe ik me erbij moet voelen. Waarom kan dat niet daar? Nou. En dan kan het nu zeker wel, ja. Want een prima tempo. Ai, vet man. Ik eet chicken. Tonight? Ja. Yeah. Oh my god, ik heb een fucking grote backpack gevonden. Weet je hoe die heet? Die backpack? Mountaineers. Don't shoot. Dat zijn de beste backpacks. Nee, maar ik heb er voor jou één gevonden. Fucking grote. Waar is die don't shoot? Hij is dry. It's a dry backpack. De bonen game is sowieso relevant. Ja, maar Morok, kom op. Ben ik blij dat ik deze kant nog op ben gelopen. Come on, man. Oh, machete. Machete. Fried chicken niche. Oké, dus... Obama niche. Als dat noord is... Moet ik zo lopen. Weet je niet in welke stad je bent? Ja, ik ren nu richting Polana, maar ik zit echt rechts onderin in het bos. Polana. Ja, dat zit links boven Dolina. Oh, ja. Polana, ja, is die, ja, grote stad in Malinkova of Malinovka, dat bos. Oké, okay, ik denk dat ik zometeen hier wel een naambordje kan vinden. Dan ga ik even kijken waar ik zit. Volgens mij zit jij in Donjud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 onj
Perfect. Daar zal ik ook altijd eindigen. Dat zien we graag. Donjou, donjou. Laten we die track uitbrengen, man. Donjou, 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 donjou. Is goed. Chat, eerlijk, zou een enge hit zijn. Stream hem op Spotify. Oh, maar jij bent psychologisch ook niet helemaal goed, hoor. Ik doe een YouTube. Wat denk je? Klopt. Ik ga trouwens... ik zou eigenlijk al een andere game doen. Maar ik ga nog een kwartier deze game doen. Waarom? Dan ga ik even wat anders spelen. En ik zou nog een kleine E3 recap doen. Ik ga dat Jurassic World dingetje even doen. Evolution? What the fuck jou, man. Oké, ouwe. Doe maar zo. Fuck jou. Laat je me nu echt in de steek? Ik dacht dat we een fucking missie hadden. Morre, ik kan er niks aan doen dat jouw Daisy gewoon besluit een half uur niet te werken. Nee, Morok, bullshit. Je weet dat als de game niet had gesloten, dat we alsnog niet de missie zouden kunnen hebben. Morok, jij bent net gewoon naar het station gegaan. Jij hebt zo'n overheerlijk patatje gehaald met een blikje cola. Waar heb ik patat gehaald? Ik eet gezond tegenwoordig. Morok, jij hebt dat... Gehad. Je hebt dat... Jij hebt gewoon zo'n lekker stationpatatje gegeten. Toen ben je teruggekomen en dan geef je mij de schuld dat het niet samen lukt.
Fuck jou, ik wil ook een patatje, Morok. Kom maar. Waar is... Voor je. Is goed. Nee, Morok, je hebt me echt in de steek gelaten. Nee, maar Morok, kom op! Fuck jou, ik ga alleen wel naar de hoeren... airstrip. Je doet me pijn, man. Au. Oh nee, no message received voor 8 seconden 9. Oh, ik denk dat ik... Ja, ik ben eruit geknikkerd. Nou, dat vind ik eigenlijk wel een mooie timing dan. Ik ben er gewoon letterlijk uitgegooid. Dit heb je gewoon afgesproken. Ja, met de devs van DC. Want ik heb zulke goede connecties met ze. Ik zit er nog in. Ja, ik het niet. Maar ja, fuck it, ik sluit hem ook af. Ik sta ergens middenin. Perfect. Ik zit er niet meer in. Ja, maar Morok, kom op. Ik haat het aan fucking Daisy in Steam. Waarom de fuck loopt mijn shit vast? Hallo? Ben ik er weer? Hey. Oké. Okay. Ja. Ik haat het aan Steam en Daisy dat gewoon, ook al heb ik Daisy afgesloten, staat er nog steeds in Steam running. Dus cool. Moet ik, om dat weg te halen, moet ik heel Steam afsluiten. Ik kan ook gewoon taakbeheer. Nee, dat... Nou, wel, dat oké, okay, dat had gekund. Het kan. Het kan. Maar Morok, ik ga fucking andere game doen. Wat? Ik ga een andere game doen, dus ik spreek jou. Is goed, man. Hey, was gezellig. Hey, later, hè. Hi. Hi. Je hoorde gewoon de pijn in zijn stem. Zure dingen. Oké, zullen we de E3 recap nu doen? Of even een kleine pauze dat je drinken kan pakken shit? Wat zullen we doen? Ondertussen zet ik wel even een muziekje aan. Daar heb ik geen zin in. Sure, daar heb ik wel zin in. Nu? Oké. Okay. Dan pak ik even een tabblad erbij. 2018 E3 recap. Oké, de muziek mag alweer uit. Heel goed, daar zijn we. Ja, oké. Okay. Welkom E3 recap website. We beginnen gewoon onderaan. Zodat we gewoon bij het begin beginnen. En dan kan ik een beetje vertellen waar ik me op verheug. En waarop niet. Ja, FIFA 19 is gewoon standaard. We beginnen bij het begin. Tetris Effect Strange Brigade. Die heb ik volgens mij niet gezien. Rated teen. Ancient ruins. Oh, nevermind. Nee. Niet boeiend. Telltale, The Final Season. Sure, dat is wel interessant. Battlefield is standaard. Is ook wel interessant. Unravel 2. Sure. Sea of Solitude. Eens even koekeloeren. That I live in is empty and cold. The lone. The lone. Fortune sun. In my room. Ziet er goed uit. Sure. Zou ik wel willen spelen. NBA boeit me niet. Madden boeit me niet. Star Wars. Nee, dank u. Command & Conquer. Dat is een telefoongame. Boeit me niet. Anthem. Sure. Lijkt me wel wat. Outer Wilds. Geen idee. Days Gone. Ja. Paladins. Nee. Hitman. Sure. Stormland. Vond ik er heel vet uitzien. Heel vet. Alleen ja, het is alleen VR. En het is alleen op de Oculus, geloof ik. Dus ik zat ook een beetje van... Ja, die heb ik niet. Dus dan houdt het op. Generation Zero. Is dit met zombies? 16. Nou. Fear the Wolves.
Is dit een Battle Royale ding? Volgens mij wel. Ziet er wel geinig uit op zich. Ook op PC. Ja, hier genre Battle Royale. Goed. Zag er wel geinig uit. Echo Combat. Ook VR. Ook, kijk dit. Dit vind ik zo jammer. Want dat is dan fucking alleen, hoe heet het, alleen Oculus. Overkill's The Walking Dead lijkt me interessant. Weet niet helemaal wat ik van moet verwachten. Wreckfest, die heb ik volgens mij al. Of een soort gelijke game. Chaos, smell blood. Dat is gewoon rach je auto alle kanten op. Sir Dingleburger. Oh hi. Oh hi. Leuk dat je er bent. Dankjewel voor de 2 maanden resub. Code Vein, zeg maar niks. Monster Boy in the Cursed Kingdom, boeit me niets. Phantom Doctrine, ziet er niet al te interessant uit. Twin Mirror, doet me denken aan een... Ja, inderdaad, een soort visual novel idee. It feels like a lifetime. Better circumstances. Ja, dat ziet er wel interessant uit. Indivisible. Of Indivisible. Nee, niks voor mij. They're Alive, nope. Total War. Maybe. Ghost Giants? No. Oh ja, ja, deze zag er leuk uit. Ja, nu weet ik het weer. Die zag er wel leuk uit. Lorne, wat was dat? Point and click. Ugh. Panda Niels, dankjewel voor het abonneren. Beat Saber, zeker leuk. Halo Infinite, oh ja, die had ik nog helemaal niet gezien. Ik hoorde wel inderdaad dat er een nieuwe Halo zou komen. Ziet er goed uit hoor. Oh my god! Ja, 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 die Master Chief helm. Dope, die wil ik wel spelen. Ori and the Will of Wisps, sure. Fallout 76, ja hoor. Sekiro Shadows Die Twice. It's worth. Ja, dat is ook zo'n Japanse Assassin's Creed game. The Awesome Adventures of Captain Spirit. For my son. No way. Start the launch. Get away from me. You're probably gonna. Oké, maar wat is de game? 100% gratis! Gratis, mannen! Gratis! Sekiro is meer Dark Souls. Ah, very nice. Crackdown, Terry Crews. Oh, dat was deze game. Ja, dat vond ik niks. Metro Exodus. Ja. Kingdom Hearts. Ja. Sea of Thieves. Heeft ze kansen gehad. Battlefield 5 hebben we al gezien. Forza Horizon. Zag er goed uit. Trailer heb ik al gezien. We Happy Few. Werd dus fucking tijd dat die klaar was. Want die heb ik al de hele tijd in mijn Steam-lijst staan. Daar heb ik zelfs nog een serie over gedaan. Ja. PUBG, nou die heeft ook zijn tijd gehad. Tales of Vesperia, ziet er geinig uit. Division 2, ja, wil ik graag ervaren. Weet niet of het wat zal zijn. Tomb Raider, zal vast wel leuk zijn. Session, zie je liever in Skate 4. Black Desert, is dat gewoon Black Desert online, maar dan op de Xbox. Ziet er wel naar uit. Devil May Cry, heb ik niks mee. Cuphead, sure. Tunic.
Geen idee. Dying Light 2? Ja hoor. Just Cause 4, dat is altijd geinig. Gears Pop, wat denk je? Gears Tactics? Gears 5, sure. Cyberpunk, ja. Jump Force, ja. Ja. Battletoads. Battletoads? Brand new game featuring body morphing genre mashups, three player couch co-op, 4K hand drawn 2.5D graphics. Er werd helemaal niks duidelijk gemaakt. Hyper boeit niet, Game Pass boeit niet, Nier Automata heb ik niet gespeeld, zal vast wel goed zijn. Rage 2, het is gewoon een Mad Max, maar dan nog wat extremer. Legends, dat is het kaartspel. Nee, dank u. ESO, nee, dank u. Doom Eternal, ja. Quake Champions, wou dat het populairder was. Prey, heb ik niks mee. Wolfenstein. Man, oh man. Geef mij die Wolfenstein maar. Dat is een co-op. Dat is een beetje een nieuwe richting waar je Bethesda op ziet gaan. Met Fallout is al online. Wolfenstein is zeg maar met meerdere mensen. Of ja, kan een beetje met laat, mensen. Maar ik was namelijk Portugal vs Spanje aan het kijken van het WK. Maar in ieder GEV. Al dit zijn mijn 12 maanden haven aan nice evening en keep up the good work XD. Dankjewel, Pik. Altijd Kevin. Een jaar sub. Hartstikke bedankt, jongen. Mag ik wat hartjes in de chat voor altijd Kevin 37. Dank je. Shit, ik moet eigenlijk mijn dingetje veranderen. Doe het wel. In real life. Stond nog steeds op Daisy. Fuck, where were we? Oh ja. De richting waar Bethesda mee op wil gaan. Ja, lijkt me interessant. Ja, Skyrim Special, Very Special. Dat was lachen. Shelter. Ja. Dat is gewoon meer. Het komt op meerdere platformen. Blade zag er wel geinig uit. Starfield. Ben ik benieuwd naar. Is niet veel duidelijk gemaakt. Elder Scrolls 6 is overduidelijk. Wil ik gewoon spelen. Scum. Heb ik al een tijdje in het oog. Wil het graag spelen. My Friend Pedro. Wat was dat ook weer? Weird. Let's get. Hey, die game zag er wel lachen uit. Ja, klopt. Nog een keer Jump Force, Shadow of Tomb Raider, ja, 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 Captain Spirit, ja. Yeah. Just Cause, Quiet Man. Shotgun Rainy, dankjewel voor het abonneren. Mwah. Kingdom Hearts, Final Fantasy, X Monster Hunter. What? Oh. No way, een crossover daartussen. Fucking sick. F1 2019, though. 2018 bedoel je. Ja, staat gewoon letterlijk hier niet tussen. Tenminste, tenzij ik er zo direct aankom. Beyond Good and Evil 2. Ja. Fucking Beyond Good and Evil 1 heb ik echt 4 of 5 keer uitgespeeld of zo. Dat vond ik zo'n goede game destijds. Fuck. Siege is niet nieuw. Rising. Nah. Division 2 weer. Donkey Kong Adventure. Wanneer was die uit? Juni. Echt met een paar dagen of zo. Over een week dacht ik. Skull and Boat. Zag er goed uit. Ben benieuwd. Transference. Ik heb geen zin in. Story trailers. Starlink. Zag er leuk uit. For Honor, meh. The Crew, ja hoor. Odyssey, eh. Space Junkies, I don't know. Satisfactory, zag er leuk uit. New Cap, nee. Mavericks Proving Grounds, zag er leuk uit, maar is gewoon weer een Battle Royale. The Forgotten City, story driven.
Nou, misschien wel. Star Control Origins. Ja, dat ziet er leuk uit. 20 september. Ah, oh, snel. Hunt Showdown. Is al uit. Maar wel een leuke game. Killing Floor. Sure. Archangel. Sinking City. Detective Mystery Open World. Oké. Okay. Warframe Maneater. Nou, dat was gewoon echt de grap van E3. Jurassic World Evolution. Is al uit. Stormlands. Hebben we al. Star Citizen. Ze hadden zoveelste announcement. Nightcall. Genesis Alpha 1. Oké. Okay. Don't Starve zag er leuk uit. Al gehad. Noita. Two Point Hospital zag er heel leuk uit. Zeker. Ooblets. Geinige game. Anno. Sure. Rapture Rejects. Nou, dat is gewoon een leuk geintje. Walking Dead. Hitman. Team Sonic Racing gaat hem helaas niet worden. Fist of North Star. Ik heb de trailer bekeken. Op zich wel episch, maar ik kon er niet helemaal in komen. Kids lijkt me gewoon heel interessant waar de hel dat naartoe gaat. Keer Knights and Bikes, niet helemaal mijn ding. Last of Us Part 2, ja. Destiny 2 Forsaken. Oh. Ghost of Tsushima, leek me wel wat. Control, lijkt me best vet. Resident Evil 2 Remake, nee dank u. Trover Saves the Universe, lijkt me geinig. Kingdom Hearts. Death Stranding, ja. Maar dat is nog steeds een fucking wazige game. Nio. Heb ik het niet zo mee. Spider-Man zag er goed uit. Deracine. Geen idee wat ik daarvan moest denken. Ja, brengen ze een Black Ops 3 ding uit. Terwijl Black Ops 4 om de hoek staat. Zat ik ook een beetje van... Nou, dat is letterlijk een verspilling van tijd. Demon X Machina kon ik niet inkomen. Xenoblade kan ik niet inkomen. Super Mario Party zag er leuk uit. Fortnite, boeien, Overcooked. Sure, Fire Emblem. Voor de liefhebber, Super Smash. Daar werd het hele Nintendo ding aan toegewijd. Maar is wel gewoon heel vet. Killer Queen Black, nee. Hollow Knight is een goede game. Maar is al een hele tijd uit. Het is gewoon een Switchport. Dragon Ball FighterZ. Is ook al uit. Geinig game. Even kijken. Wolfenstein Cyberpilot. Wat is dit nou weer? What the fuck? They brought us war. Using mechanical beasts to tamp down the last flicker of liberty. We are strong. We will rekindle the flames of freedom. We will fight fire with fire and use their machines against them. Saddle up, Cyberpilot. You're one of us now. Huh? Ah, VR experience. Dat verklaart een boel. Ik zat echt, waarom de fuck zouden ze... Ze announcen net... Het stond er ook onder. I should have known. Astroneer! Hey, het wordt dus tijd dat die is gewoon... meer krijgt. Zo'n leuke game. Zo weinig in te doen. Inmiddels, nou als ik het zo zie, meer. 1.0 launch, december 2018. Nou, kijk eens aan. Vigor. Ziet er goed uit. Oh, heerlijk. Survival. Sure, ben ik wel benieuwd naar. We kijken. Insurgency, Shaq Fu. Metro Exodus, Soul Calibur, sure. Days Gone, het zijn allemaal weer herhalingen. Pokémon Let's Go, ja, wil ik proberen.
Spyro ook proberen. Wat is dit? Windows Racing Sim? Assetto Corsa. Assetto Corsa is toch al uit? Of is dit gewoon weer iets nieuws? Is dit Monza? Lijkt me Monza. Rechte stuk en dan komt ze direct de chicane aan. Hier recht, hier de chicane rechts links. Vigors van de makers van DayZ. Oké. Okay. Ja, ik heb gehoord dat echt Assetto Corsa echt gewoon de, hoe heet het is, de echte simulator wat betreft race games. Valt ook zoveel op de modden en shit. Ja, ziet er goed uit. Greedfall. Goed, geen idee wat ik daarvan moet denken. Maar dat is in ieder geval mijn E3 recap. Daar heb ik toch zo'n 20 minuten aan besteed. Ik stel voor dat we nu dan alsnog eventjes een kleine pauze inlassen. Even drinken pakken, even muziekje opzetten, et cetera. En dan ben ik zo bij jullie terug en dan gaan we Jurassic World spelen. Tot zo! Goed, mannen en vrouwen, daar zijn we weer. Dat was dat. Ja, ik moet het spel nog even opstarten. Dus wat de fuck, je hebt nog even een paar minuten. Kan ik nog ondertussen even het een en het ander aanpassen? World Evolution heet het, ja. Pam pam pam, parabarabam. Rum pam pam. Ik heb trouwens geen idee of ze direct mijn camera volop in beeld staat. Of iets blokkeert of shit, maar nou, daar komen we wel achter. Pam pam pam, lekkere copyright. Blablabla.
Prachtige soundtrack dat. Mannen! Oké. Welkom op een van mijn what the fuck. Flikker even op. Dit is een van mijn twee eilanden op het moment. Deze heeft iets meer dan 4 sterren rating. Deze heeft bijna 5 sterren rating blijkbaar. Very good, very nice. Ik heb geen idee meer waar ik gebleven was. Management views. Shopping. Oh, hier moet een shop komen. Maar dit is een clove shop. Oh, vandaar. Toek. Sure. Als het goed is zijn die needs nu een beetje voldaan. Er zijn hier letterlijk 2 shops. Dus waarom de hel zou dit niet voldoende zijn? 81% alsnog. Oh, daar zit geen shop. Oké, dan bouw ik daar nog even shop. Oké, de bedoeling van dit spel is... een park onderhouden. Een dino-park onderhouden. En dat is op zich makkelijker gezegd dan gedaan. La-di-da-di-da. Maar uiteindelijk lukt dat wel. Thanks, Pik. Maar ik stond al eigenlijk op het punt om naar mijn derde eiland toe te gaan. Want je hebt zeg maar meerdere eilanden. En Isla Tacona, of Tacano, is nu voor mij beschikbaar. Je hebt eigenlijk ook nog Isla Nublar, of Nublar. Dat is het oorspronkelijke eiland van Jurassic Park. En dus ook Jurassic World. Alleen ja, dat is gewoon sandbox mode. Dus daar heb je oneindig geld. Dus, ja, daar had ik niet zoveel zin in. Hier heb je Tacano, Tropical Paradise, Dead Dinosaur. Excuse you? Shit. Waarom gaan die elke keer dood? T. Move. Weghalen. Toy shop gaan we eventjes aanpassen. Manage staff. Plushie. Verkopen voor 14. Dit is prima. Oké, waar je mee hebt te maken. Herbivoren, carnivoren. Ik heb hier raptortjes. Die hebben voedsel nodig. Je hebt echt met alles te maken. Dit is heel kut. Mijn fucking balk zit in de weg. Mijn ding zit in de weg. Ik verplaats hem heel even. Zo. Oké. Waar je mee hebt te maken met raptors is dat ze ongelooflijk koppig zijn. Echt een eigen wil hebben. En dat ze af en toe willen uitbreken. Ze hebben eten nodig. Social, et cetera. Dat moet allemaal in orde zijn. Zo niet... Dan gaan ze zich niet gedragen. Nou, dan heb je van die lifebait. Is dat? Oh, die is nog 5 van de, hoe heet het? Die ligt ook daar. Dan moet je af en toe met een ranger team moet je dat gaan verversen. En dat kost dan geld, et cetera. Hetzelfde geldt voor de herbivoren. Ik heb hier een ankylo. Ik heb hier een dracorex. Een chunkingosaurus. We kunnen nog een paar hatchen. Dit zijn alle beschikbare voor mij. Nou, het is natuurlijk enorm kloten als jij bijvoorbeeld een carnivoor, dus zo'n vleesetertje, bij een herbivoor stopt. Dat gaat dan compleet fout. Nou kan je ook het DNA van de beesten kan je aanpassen, waardoor ze een betere rating krijgen. Waardoor ze dus geliefder worden of niet geliefder of wat dan ook. Want het draait, je bent een commercieel park en het draait zeg maar om... om gewoon cijfers. Dus we bouwen gewoon nog even bij wijze van een Triceratops. En we gaan even weer zo'n Strutio erbij doen. Omdat die
zijn de afgelopen tijd dood gegaan. Nou, dan heb je ook weer te maken met power stations. Want alles moet natuurlijk powered zijn. Dat heb je met stroomlijntjes te maken. Ik heb hier een monorail set. Die heb ik compleet rondom alle punten. Dit is een station. Hier zit een station. Hier beneden zit een station. Nu kan je nog helemaal verder hier beneden bouwen. Je ziet een beetje de lijn waar het loopt. Zat ik ook nog aan te denken van ja, dat kan ik allemaal volbouwen indien ik dat zou willen. Hier is ook nog ruimte. Dus er is nog genoeg ruimte. Alleen ja, weet je, dit eiland heb ik zo goed als klaar. Die kan gereleased worden. Dan krijg je een mooie cutscene erbij. Herman met de 3 euro. Toffe stream. Game meneer. Ben best wel zenuwachtig voor morgen. Want heb dan mijn eerste autorijles. Veel succes, jongen. Gaat helemaal goed komen. Nou ja, dan gaat hij gewoon een beetje erbij horen. Ja, dan is hij van, ja, ik ben een struto, bla bla bla. De reden dat deze Tall Herbivore vierde er zit, is omdat ik ook een Diplodocus had, maar die ging uiteindelijk dood. Dus ja, goed. Ik heb hier nog Dilophosaurusjes. Die zit qua social en population zitten die goed. En dan heb ik ook nog een sterke Ceratosaurus. Die heeft een hele kleine social balk, dus die kan niet veel gezelschap gebruiken, zeg maar. Nou, goed. Komt er een Triceratops naar buiten. En die moeten dan in gezelschap met elkaar leven. En kijk hier, dan zie ik dus de population bij die Ankylo is eigenlijk te hoog. En wat dus kan, dan gaat hun comfort gaat omlaag. Dan voelen ze zich niet op hun gemak. Dus wat ik dan eigenlijk zou moeten doen, is dus gewoon een dino weghalen. En het zou bijvoorbeeld die Ankylo kunnen zijn. Want ik heb maar één Ankylo. En dat is volgens mij de enige die zich oncomfortabel voelt met de rest. Maar ja, en dan kan je hem zeg maar zo oppakken. En dan is hey, dan moet je hem eerst tranquilizen. En dan zou je hem bijvoorbeeld weg kunnen voeren en verkopen. Nou goed, dat is in ieder geval dat. F7. Dan gaan wij eigenlijk nu ons gewoon verplaatsen naar eiland nummer 3. Zodat we een beetje een verse start hebben. Zodat jullie een beetje kunnen zien wat het allemaal inhoudt. Onze starting cash is in de min. Hopen of niet. Oh ja, hier staat ook beware of dangerous storms. Storms, natuurelementen kunnen ook je eiland verneuken. Dus daar moet je ook weer op voorbereid zijn. Wow, veel water. Veel water. Oké, ik mis stroom. Ik heb een innovation center. Stroom. Out of cash. But here's your opportunity to succeed where they failed. You'll need to carefully consider how to make money if you want to turn this into a profitable endeavor. And you do. Trust me. Oké, ik moet even kijken wat ik allemaal wil slopen om geld weer terug te verdienen. Even kijken, dit is de enige incubation center die ik heb volgens mij. Requires power. Dit is een ingang. Dit is een monorail die tot best wel ver doorloopt. Maar eigenlijk nog niet nodig is. Echt ermee. Hier nog een random stroompilaartje. Weg ermee. We need to make money. Lots of money. Oké, dat is al 200k. Unnecessary buildings. Dus even kijken. De bar, fossil zone, toy shop, et cetera. Shelter is uiteraard rendabel. Is dit ons hele park? Oké. Pad weghalen, hoeveel verdienen we daarmee? Geen ene reet. Goed. Laten we fossil zone. Ja, dat zijn allemaal attracties. Wat geld op kan leveren. Ja, dat is natuurlijk geen hond.
Ik kan ook niks kopen, hè. Shit. Als ik geen power heb. Thomas Boulay. Just gifted a subscription to GameNeer 1 Bankie Confi. Of 1 Bankie 1 Confi. Thanks. En Matty1208, dankjewel voor het abonneren. Oké, okay, wat gaan we wegdoen? We moeten iets wegdoen. Innovation Center levert 1,1 miljoen op. Ja, ik kan... Ik zou hem dan... Ja. Dat is het enige wat veel geld oplevert. Out of the blue. En die hebben we op het moment gewoon nog niet nodig. Dat is gewoon een extra. Weg ermee. Goed, we hebben geld. Stroom. We need power. Lots of power. Wacht eens even, zit hier geen eens een fucking hek? Oh my god, er zit hier geen eens een hek. Hek. Hek gaat zo. Zo. Want het hek moet ook nog dicht natuurlijk. Zo, dicht. Requires power, uiteraard. Substation. Substation staat daar. Is verbonden. Bonden. Misschien moet ik hier wel een power station plaatsen, maar dat heb ik niet. Profit per minute. I know. Sluit het park dan even. Dan maak ik ook geen min geld. Als het goed is. Okay. Why the hell don't we have power? Okay, we have power. Power. We have power. Open the shit up. Wat is dit nou weer? Wat is er nog rood? Rood. Is dat die emergency center of zo? Of is dat? Geen idee. Ik moet er snel even iets uitgooien. Wat goedkoop is. Sure, modify genome. Nog even goedkoper maken. Dit is wel een geinige uitdaging van niks beginnen. 30.000, maak er maar 2. En hopelijk lokken we op die manier dan weer even mensen. Ik heb nu nog maar 10.000. Waar zijn de griffins? Ja man! Oké, okay, uiteindelijk komen er dan zeg maar mensen naar het park toe. En wat is dit? Is dat dit? Ga ik even anders die substation hier weghalen, hoor. Fuck off. Nee, dat was hem niet. What the hell? Geen idee wat het is. Nou ja. Release the dinosaur. I need money. Oké. Okay. Volk? Is er al volk? Kom binnen alsjeblieft. I need money. Shit. Zijn toch wel... Oh, we zijn in de plus gegaan. Nee, toch? Hè? Wat? Oh no. Kom op. Waar zijn de mensen? Ja, hé, mijn geld gaat omhoog. Hey. Total profits. Waar gaat al dit power naartoe? Is dit? Gewoon letterlijk unused power 20. God dang it. Um.
Ja, reduced upkeep. Ja, man. Daar heb ik het geld niet voor. Maar mijn geld gaat wel weer omhoog. 4000 per minuut. There we go. En dan moet ik eigenlijk ook gelijk die... Nou, hoeft niet gelijk die reduce upkeep. Maar ik moet gewoon even meer geld. Waar de hel zijn mijn dino's? Zitten hier ergens in het bos. Ik moet kijken of ze zich comfortabel voelen. Forest, grassland, dat is goed. Food. Er is geen food. Er is geen food. Ze moeten het natuurlijk wel overleven. 150k. Hey, makkers, wacht toch maar even. Misschien is dat een rode melding van een storm? Nee, storm ziet er anders uit. Ik weet niet wat het inhoudt. Het is heel irritant. Dat staat er ook niet bij als je hoovert. Misschien hier? Nope. Ik denk dat het een bug is. Of dat misschien de open shelter? Nee. Nou, dat is het niet. I don't know, man. I don't know. Ik heb bijna weer 30k en dan kan ik nog zo'n beest eruit gooien. Huppakee. Op die manier hoop ik dan even wat meer volk te trekken. Kijk, hier 15k per minuut. Als ik 40k heb, zou ik bijvoorbeeld zo'n reduce upkeep dingetje kunnen doen. Oh, hier. Kijk, er lopen mensen. Maar ik moet uiteindelijk op lange termijn moet ik ook fucking een expedition center, een fossil center, een research center, een ranger station, een ACU center, storm defense. Ik weet niet of dat nodig is. Nou, goed. Ik moet nu gewoon even een beetje geld sparen om uiteindelijk voedsel voor die beesten te kunnen krijgen. En dat kost 150k. Maar dat voedsel moet ik uiteindelijk weer vullen met rangers. En rangers heb ik niet. Dus dan zit ik echt, hey bitch, fucking eet gewoon planten die hier staan. SP Achterhuis met een 3 euro donatie. Nog een keer. Oh ja, dat is goed. Ja. How much money do we make? 20k, dat is goed. Hoe staan de shops ervoor? Daar moeten we ook even zoveel mogelijk uithalen. In hoeverre dat kan. Als zien we zeg maar de customers of de guests droppen, dan moeten we het geld terugdraaien. Ze accepteren alles, oké. Okay. Ze accepteerden bijna allemaal. Ik gooi hem wel op 10. 11. Hetzelfde geldt hiervoor. Hier zijn geen eens guests. Heel goed. Er zijn ook eigenlijk te veel winkeltjes. Draait ook niks. Een arcade. Ja, maar deze moet je eigenlijk wel gewoon open houden. Voor gewoon het geval dat. Fastfood 1, cloves. Nou ja. Yuri, 3 euro. Is deze game tot nu toe voor jou 55 euro waard? Want ik wil hem misschien ook halen. 55 euro niet. 30 is, ja. Nou, kijk. Investeren in reduce upkeep. Hoppa. Meer inkomen. Als het goed is. Ja, hier. Het kostte 15k voorheen. En nu 13,8. Dus we hebben zo weer op lange termijn echt weer dit er compleet uitgehaald.
Waarom is deze game 50 euro plus? Goeie vraag. Vraag het aan de makers. Zo. Je moet qua die shops moet je echt een goed balans vinden. En dit wel prima is. Dat zijn uiteindelijk hele belangrijke inkomsten. Oh, kijk hier. Are you kidding? What the fuck is dit? Dan moet ik een Edmontosaurus moet ik inspawnen. En dan moet ik nog een ACU transport team hebben. What the fuck? Dit kan ik echt niet zo 1, 2, 3 doen. En sowieso, die Edmontosaurus, waar is hij? Hier, die kost 170k om in te spawnen. Dan moet ik ook nog 400k spenderen voor de ACU. En dan moet ik hem verkopen. Why the fuck? Broer, ik heb hem aangenomen. Wacht eens even, kan ik niet gewoon... Missions. Nee. Contracts. Request. Dat was science. An opportunity has presented itself. Ik wil het wel. Maar 100% van de Ankylo, dat kan ik hier niet halen. Daar heb ik te weinig geld voor. Tenminste, op hoeveel van de Ankylo zit ik al? 60. Shite. Oké. Nee, die was goed. Ga eens weg. De bar. De bar loopt. Oké, het geld tikt nu langzamerhand binnen. 24.000 per minuut. 25 afgerond. Dat is wel nice. Alleen ja, ik moet er nu een beetje zorgen gaan maken om, ja, hier food. Ze zijn stervende. Dus ik moet echt 150k hebben. Zodat ik dat food kan plaatsen. Want ze zijn nu gewoon, ja, stervende. Heel goed dan. En dat houden ze niet al te lang uit. En het handigste is dan om de food dan binnen deze range te plaatsen. Zodat, zeg maar, ze dan meer daar omheen hangen. Alleen, ik wil jullie graag helpen, maar ik heb het geld niet. Dus wachten. En volgens mij kon je ook de tijd niet versnellen. Kan misschien wel een weggetje hier of daar slopen. Oké, zo, doen we even gewoon zo. Heb ik weer wat geld erbij. Voor de rest kan ik niet echt iets slopen. Misschien één winkel. De arcade, loopt die al? Nee, loop voor geen reet. Weg ermee. Hartstikke idee. Jongens, voer! Enclosure. Ground herbivore. Hier zo. Oké, volgens mij zaten daar 10 stacks in. 10, heel goed. Jongens, er is eten. Snel, ga. Lidl. Starving. I know. Go for it, baby grill. Go for it. Ja, gaan ze lekker blaadjes chappen. Omdat dit niet eetbaar is, hè? Klootzakken. Oké, dan moet ik me nu een beetje gaan focussen op zo'n Ranger Station 400k. Dit is Storm Defense Station. Kan je in een regio plaatsen. En dan helpt het tegen hevige stormen en shit. Heb ik nog niet nodig. Het is veel afwachten in deze game. Dat geef ik toe.
Ja, we verdienen wel bijna 25 per minuut. Wat? Ja, eerlijk gezegd, het fastfood restaurant loopt niet vanwege dat restaurant daarnaast. Er gaan gewoon... Oké, nu pas gaan de mensen af. Ja man, Snackosaurus, $19. Goeie deal, pik. Hier wordt ook gewoon niks verkocht. Heel kut dit. Kan ik me eigenlijk net zo goed deactiveren of zo. This is fine. Oké, makkers, hebben jullie weer voldoende te eten? Food, food, food. Pearl, pearl, pearl. Heel goed. Ja, ik zou op zich graag wel een andere... Ja, ik ga denk ik een andere dino erbij voegen. Triceratops? Ja. Is wel erg. Ik heb hem wel heel duur staan door die genomes. Als ik die gewoon weer even back to basic maak. Gebeurt er... of nee, is hij gewoon stukken goedkoper. Hier. En doe er maar een... Er zijn weinig goedkope. Ik doe nog wel even een speciale van dit. Ik kijk eigenlijk voornamelijk naar de rating. Nou, dit verandert eigenlijk hier gewoon niet. Dus dat boeit niet. 44.000. En hopelijk lokt dat weer genoeg klanten. Zodat onze inkomsten stijgen. Maak het goedkoper. Je gaat geen stickers kopen voor €20. Ja, er zijn makkers die het doen. Ja, hoppakee. Een punt is, al gooi ik het omlaag, gaan de guests niet omhoog of zo. Ik kan hem wel op een gemiddelde van 9 houden. Maar eigenlijk snij ik mezelf daar ook een beetje mee in de vingers. Het is niet realistisch, maar... die kan eruit, goed. En dan kan de Triceratops dus zo direct ook uit. Hopelijk dat hij qua social niet hem zelf in de brand steekt. Hoppa. En als je dan dichtbij luistert, hoor je via de speakers iets. Ladies and gentlemen, we are pleased to welcome a Triceratops to the park. Zie je, dat is dope. Dat is een algemene melding. Hey, er is er een. En dan gaan ze allemaal... Oh, kijk hem nou helemaal wild zijn. Voer! Oké, dan wordt het nu echt tijd om... kijk hier, inkomsten zijn ook flink gestegen. Wordt het nu echt tijd voor het Ranger Park? Of Ranger Station, sorry. Hoe ver gaat dit? Best ver. Huh.
Wow, wat? Die is rood. Restaurant loopt goed. Restaurant loopt goed, ja. Hierdoor. 18 euro voor een snack. Ja, man. Dollar. Oké, de food heeft nog 9 van de 10. Auw. Oh! Kun je ook meer land erbij kopen of vrijspelen? Of kan je park echt maar zo groot worden? Nou, volgens mij is het best gelimiteerd aan de grenzen die ik zojuist liet zien. Oh, hey. I've received an offer that will definitely help the science division and can help you as well. Ja, ik wil het best proberen. 10 minuten lang een power outage voorkomen. Ik zal er even bij helpen. Outage protection. Zo. Ik wilde eigenlijk de upkeep veranderen, maar vooruit. Ik kan er op zich nog wel een andere dino bij meteren. Tegen de tijd dat het voer op is. Weet je. Want hier, het voer staat nu nog steeds decaying. Gaat hij weg. Komt hij weer omhoog. En dan staat hij op 8 van de 10. Dus het duurt heel lang. En die ranger shit is eigenlijk nodig voor... ja, power outages, voer bijvullen, et cetera. Maar ik vraag me af of ik ook iets met het water hier kan doen. Zo ver was ik nog niet. Maar blijkbaar niet. De grens houdt hier gewoon echt op. En hier is niks. Heel jammer dit. Heel jammer dit. Want ik weet ook niet of dat uiteindelijk kan. Want je kan uiteindelijk zeg maar ook fossielen kan je onderzoeken. Etcetera. Maar. Ja, zo ver ben ik nog niet op dit eiland. Dit is een soort van vers eiland. Je moet een gate maken. Ah, ja, dat verklaart. Jammer dat ik daar geen geld voor heb. 80.000. Maar ja, daarvoor... om zeg maar in dit hok te komen... heb ik sowieso rangers nodig. En als ik die niet heb, boeit het ook niet. Dan kan ik die 80.000 ook gewoon nu nog even besparen. Ja. Ik weet niet of je wat in het water kan doen. I don't know, man. I don't know. Poor variety. I know, right? Okay, now we wait. Ik zit eraan te denken om zo'n ranger station dan bijvoorbeeld hier ergens te plaatsen. Een hotel! 750k! Dat heb ik niet. Dat is ook echt een inkomstenmonster. Maak nog een hok met je carnivore. Ik heb het geld er niet voor, dus ik... doe het nu even met herbivoren. Herbivoren zijn wat makkelijker in massa te doen. Die ontsnappen niet zo 1, 2, 3. Plus... die kunnen makkelijker met elkaar leven. Carnivoren niet zozeer. Ja, gift shop. Ga maar even lekker deactivaten. Kost alleen maar geld. Maar dat is geel, 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 geel.
En profits. Ah, op zich, er wordt hier ook wel een profit gedraaid. Maar niet echt denderend veel. Ah, deze loopt beter. Hoppa. Dino stickers voor $10. Wie zei dat ook weer? Wie er geen stickers voor zoveel zou verkopen? Hé, mazaranga. Oh, die kleintjes. Oké, bijna 400k. Kunnen we eindelijk een nieuw gebouw maken. Op zich, het is nog geen eens nodig. Ik kan gewoon herbivoren blijven stampen totdat... Ja, misschien moet ik dat gewoon doen. Twee draco's. Ah, shit, hij failed. Oké, weggegooid geld. Nog een keer proberen. Fucking bullshit. Hij heeft 31 of 91% slagingskans. En alsnog fout gaan. Ga voor dat hotel, dat verdubbelt je inkomen. Als zeg maar volgens mij ook mijn dinosaur rating omhoog gaat, gaat uiteindelijk ook wel het geld omhoog. Eén Dracorex alstublieft. Haha, wat een langnekkig beest, haha. Oh my god, it's a Dracorex. Release, zo snel mogelijk, huppakee. Variatie, social is laag, maar als er meerdere Dracorexen zijn, dan gaat als het goed is de social omhoog. Ik weet niet in hoeverre of hoeveel draak... Kijk hier, de social is net aan goed. Ik kan er nog wel eentje gebruiken om zeg maar de social helemaal perfect te hebben. Hoppakee. Laat dat geld maar binnenstromen. Maar uiteindelijk zat er dus ook... welke was dat? Guests? Zo'n innovation center... Ik weet even niet meer welke het was. Dat was deze. Research required. Dus ik had hem wel. Alleen ik had voor geen goud dat ding draaiende kunnen krijgen. Oh my god. Dat restaurant loopt echt heel goed. Deze loopt ook heel goed, de bar. Verhoog maar. Oké, €35 ervoor. deze mag omlaag. Deze loopt niet zo goed. Loopt echt heel shit.
Maar ja, dit geeft ook wel een beetje een indicatie van hoe, zeg maar, winkels in het echt je ook gewoon compleet bamboezelen. Zo, oh, een muts voor 4 euro inkoop? Oh ja, verkoop hem maar gewoon voor fucking 10. Verkoop hem maar gewoon voor 16. Marge. Goed, nu moeten we wel even een beetje gaan sparen. Voor de Rangers. No power outages voor 10 minuten. Nog 40 seconden te gaan, zal je nu zien. Helemaal kut. ...131. Goed. Hoe staat het met de Dracorexjes? Social, prima. Population, prima. Alles gewoon vol. Heel goed. Heel goed. Very, 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 very nice. Zal ik anders de gift shop gewoon weer aanzetten? Even kijken. I don't often find the time to say thank you. But in your case, I'll make an exception. Dank u. Ranger station. Shit. Wat bedoel je? Obstructed. Oh, I get it. Terrain construct. Ah, ik zag een plek. Heb eens. Wat? God dang it. Kan ik deze verplaatsen? Shit. I done goofed. Kan ik zo een pad creëren? Obstructed. Waarom de fuck allow je me dan hier te bouwen? Shit. Ik moet mijn raam dicht doen. Voordat ik straks 200 vliegen in huis heb. En dat is naar. Er zit er nu al eentje op een studiolamp namelijk. Oké, okay, goed. We do it. We gonna do this very quick, oké? Okay? Shit. Substation even weg. Let's not argue over the small stuff. Yeah, whatever. This is a solid contract. Zo. Pad. Pot. Zo. Die weg. Nice. Ranger Station is been made. Weet je wat je het leuke kan doen met Ranger Station? Je kan zelf rondrijden. Wee. Oké, laten we dat hek maar even gaan maken. Hek. Zo. Oké, waar zijn we? Ulf Brank. Roosjes zijn rood, viooltjes zijn blauw. De video's zijn erg leuk van jou. Dankjewel. Dat is een leuk rijmpje. Oké, wacht. Het helemaal leuk is... Oké, je kan rondrijden. Zo ver waren we, right? Skibberdebeep. Foto maaktijd. Boom. Dit moet heel wat geld opleveren. Nou ja, 6000. En zo kun je af en toe gewoon even een foto maken van dingen. Oké, die muziek staat hard. Zo. Alleen dit heeft het... De gate nog steeds niet opgelost. What the hell? Geen idee wat dat betekent, ouwe. Oké, we kunnen nu... Wat zullen we eens doen? Een research center maken.
kan het ook hier doen. Bij dit gebouw. Dat is misschien ook wel een goeie. Als ik al mijn research dingetjes hier doe. En power plants. Ja. Ranger Park moet gewoon dichtbij zijn. En dan moeten we eigenlijk een substation hier even hebben. Voorbereidend op de toekomst zet ik hem... Nou, anders hier wel neer. No power, I know. Hebben we nu nog genoeg power? Als het goed is wel. Oh. Ja, we hebben nog 5 available. Oké, dan kunnen we nu dus ook dingen researchen. Indien het gebouw af is. There we go. Kunnen we nu researchen? Wat zouden wij kunnen researchen? 8 dingen. Nieuw. En hier, wat is dit? Ah, dat is een camo. Medical treatments. Die zijn wel belangrijk. Die zijn heel belangrijk. Building upgrades. Buildings. Een bowling alley. Top. Ik ga naar een dino park om te bowlen. Laten we beginnen met het goedkoopste... Medicijn. Medicijnen zijn gewoon belangrijk. Of wat is dit? An additional research team that can work on separate projects. Nice. Weet je wat vals is? Wat ik eigenlijk wel eens doe. Is een beetje vals. Maar ja, dat is gewoon ook een mechanic uit de game. Is gewoon even naar een ander eiland toe gaan. En dan daar alles researchen. Al die nieuwe dingen. Volgens mij kan dat. Dan. Dat icoon betekent dat het gebouw niet goed functioneert. Bijvoorbeeld geen pad of geen elektriciteit. Ja, maar hij wijst niet aan welk gebouw dat is. Dus ik heb geen fucking idee welke het is. Weg ermee. Kijk, en als we dan hier naar het research centrum gaan... Dan kunnen we dat makkelijker doen. No! Oh ja, dan moet ik eerst even dat andere ding afwachten. Maar hier heb ik echt 13 miljoen aan centen. Dus dan gaat dat wel, weet je. Dat wil dan wel. Social population, sure. Het wil die grote. Social population. Kan er nog wel eentje bij. En die Dilophosaurus. Modified genome. Applied. Applied. Oh. Oh, die zit er al op. Ja, er zit al de beste op. Sure. Oké, die is compleet. Dan kunnen we nu... Research team, less than a minute. En dan kunnen we gelijk 2-2-2-2-2. Hebben we gelijk alle researches gedaan. Is deze game epic of niet? Ik heb een code gescoord, maar moet hem nog starten. Hij is best geinig. Alleen je moet er echt de tijd voor nemen. Fuck, welke dino is nou dood? Een draco. God dang it. Echt al mijn fucking herbivoren gaan dood. En ik weet niet waarom. Oh wacht, misschien ook omdat het comfort misschien laag was ofzo. Maar het is niet omdat ze ziek zijn, want dan krijg ik dat wel te zien. Social laag. Ik moet even een andere Chungingosaurus. Chungingo. Oeh, laag percentage. Laten wij... Zit er even op uitsturen. Chungingo. Chung... Chunkinkosaurus. Oké, dat is 1 research complete.
Nu kunnen we dus twee researches aan elkaar of instellen. Die wil ik niet. En een medicijn doen we. Zo. Zo gaat alles lekker snel. Wolfmaster, 5 euro. Don, je bent echt een held. Altijd leuk je livestreams. Dankjewel. 4 minuten geleden. Ik was er een beetje laat mee. Ga je chat lezen, dat doe je tijdens een livestream, dat is gewoon compleet normaal. Ja, maar er is een verschil tussen lezen en reageren. Ulf Brank, 3 euro. Ja, ja, hier ben ik weer. Ik geef je geld keer op keer. Ben jij rijmmeester Ulf Brank? Oh my god, dude! Oh my god! Oh, wat is dit? You've handled work like this in the past. So this contract should be right up your alley. Sure. Ik heb geen fossielen om te ontdekken. Hoeveel verschillende eilanden zijn er? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 eilanden. Maar ook heel vaak zit je gewoon in dit scherm. Gewoon te kijken. Oh, ik heb nog een dik team. Weer een dode dino. Nou weer. Weer een herbivore. Weer een Dracorex. Fucking huilen. Ik snap niet hoe dat komt. Waarom sterven jullie? Waarom sterf jij? Of old age. Ze worden natuurlijk oud. Why didn't I think of this before? Tuurlijk worden ze oud. Gooi er maar nieuw in. Oké. Ga ik Forza Horizon 4 spelen. Als de makkers van Microsoft mij een code sturen, vind ik het best. Die straatampie weer, Don. Straatampient hij weer. Geen idee wat mevrouw zei. Thanks voor de 20 euro, ouwe. Erg gul van je. Mag ik een kappa in le chat? Voor Brainlistic. Brianlistic, sorry. Wanneer ben je officieel echt oud? Wanneer je mijn leeftijd hebt bereikt. Oh my god. All my dinos are dying. They're dying. Welke nog meer? Welke nog meer? Ik zie er één. Oh, het was er maar één. Even kijken, welke leeft nog? Hier. Wat staat bij hoe oud hij is? Age 3. Dus ik ben dus oud, ben 32, word gewoon beledigd. Sorry, pik. Leeftijds na de joke. Even kijken, hoe zit het met de social van... Oeh. Social van de Velociraptor zit echt op het randje. Moeten we niet meer van doen. Maar, I don't know, heb ik nog iets anders hierin zitten? Oh, hier. Deze heb ik nog in zitten. Deze is fucking gek. Maar hier kan er ook gewoon letterlijk maar eentje van zijn. Population. Ik kan er nog wel iets anders bij doen. Moet er ook even wat meer grassland bij doen daarentegen. Grassland. Wee. Wee. Zo. Fossils. What do we have? Oh, a lot. Wacht, wat moest ik op 100% hebben? Zero genome. Zeros.
En die Chungi. Oh, dit is echt hemel om gewoon twee dingen tegelijkertijd te researchen en shit. Als we die researches hebben gedaan, dan ga ik gewoon weer terug naar het andere eiland. 2,5 week echt de verkeerde kant op qua leeftijd. Maar hoe oud ben je ook weer, Kim? Velociraptors kunnen als enige carnivoren ook bij andere carnivoren, want die zijn slim genoeg om weg te rennen als er gevaar is. Maar ze moeten altijd wel in groepen van minimaal 3, anders worden ze depressief. Got you covered. 24. Jong bokkie. Kan deze er nog bij doen? Een Dilophos gaat er niet in. Dat gaat wild worden. Dat heb ik alles geprobeerd. Floor die. Mannen. Fuck it, we kunnen het gewoon proberen. Kost ik gewoon 902k. Voor één fucking dino. Maar het is wel een hele speciale. Wat? Oh ja, die bowling alley. Zullen we die eens neerrachen? Oh, god dang it. Oh! Old age? Old age. En route to pick up the asset. Oh. Oh my god. Starving. Waarom? Er is voer, jij kut! Er is voer! Er is hier letterlijk voer! You dumb shit! Waarom is deze laag HP? Geen water? Er is hier water! You dumb fucks! Waarom mis ik stroom? Waarom mis ik stroom? I don't know. Ik moet even die dino's wegvervoeren. Dus kunnen we ook weer even een paar Velociraptor erin gooien. Oké, die wordt afgevoerd. Fuck it. Heading to the feeder now. Feeder supplies inbound. Bam bam bam. Nou, zo zie je maar weer, al heb je wat meer te doen, dan klik je wel een ongeluk om zeg maar alles bij te houden. Maar het is wel heel leuk. Expedition map. Power outage. Where? Oh shit. Resupplying giveaway. Add task. Setting additional task. Reboot, yes. Go. Add task. Is dat wel nodig bij die? Ja, dat is nodig. Adding task. Goed. Ja, soms kunnen je power centrals gewoon uitvallen. Power outage hebben ze dan. En dan moet je gewoon even zo'n karretje er naartoe sturen. Of het wordt gewoon gefixt met 3 minuut 15 stond er geloof ik. Of je moet het even handmatig doen. Maar ik heb genoeg power stations. Dat zeg maar niet iets zonder stroom komt te staan. Dus het wordt opgevangen. ...550k per minuut. Zijn mijn hotels al overvol? Ja, hotels zijn overvol. Ja, ding. Terrain constraints. Flatten.
Njong. Zo. Guests, hotel. Hotel? Trivago. Hoppa. Is er genoeg stroom beschikbaar? 73. That'll do it. That'll do it. Oh, for sales. Verkopen. Activeren. Activeren. Is nog bezig. Nog meer fossils. Allemaal in de wachtrij. Moest van zo'n Ochitsaurus toch wat vinden? Wat deed die auto? Welke auto? Oh nee, wel. Ik zat ook niet op te letten hoor. Ik krijg meerdere berichtjes binnen. Release. Release. Bam, bam. Het klassieke. Oh. This is a big boy. Ik moet even zijn statistieken bekijken voordat hij fucking lijp wordt. Anders moet ik hem neerhalen. Maar zo te zien is de social and population is goed. Alleen moet meer grassland bij. I could do that. It's a dangerous world. And this place makes it more dangerous. Wat is een Struthionimus? Help us with security here. Serieus, niet genoeg grassland? Eat a dick, man. Oh. Oh my god, nee, shit, shit. Dacht ik breid dan even het hek uit. Dankjewel. Grassland, grasshoppers. Oh, oh, fighting. Goddammit, deze heb ik met de quest gehaald. En hij is fucking dood, dat is wat hij is, oké? Okay. Waarom? Dit is bullshit. Je population en social was prima. Waarom ga je er nou weer tegenin, je dik? Oh, hij leeft nog. Nope, no, he did. No, he did. Asset requiring collection. Fucking hell, man. No problem. Understood. Well, that sucked. Bijna alle research is gedaan, mannen. Struthionimus is de eerste dino die je hatchte. Nee toch? Een Struthio? Oh, is wel de eerste. What the hell willen ze van me? Drie fotograferen. Ik weet geen eens of ik er überhaupt drie heb. Ik kwak er maar nog even twee uit. Oh my. Wat gebeurde er? Ik hoorde iets. Dick teams. Ik heb drie dick teams. Drie pick teams. Oh my god. Hoe kom ik er opeens aan drie?
Oh. Very nice. Oh! Oké, wacht. Wat moet ik daarvoor doen? Isla Muerta Science Mission? Wacht, dat is dit eiland. Wacht eens even. Welke missie heb ik gedaan? Oh, ik was nog bezig met deze. Wat is dit? Prepare for the sick dinosaur. Oh my god, dat was deze. Dit ging de vorige keer niet goed. Sure, I'll take it. This disease under control. Ja. For the sake of our operation. Gaan we doen. And so I don't have to get another earful from Dr. Malcolm. Komt goed. I got you covered, babe. Okay, so as I mentioned before, we have a diseased animal coming to the park and we need to get prepared for it. Let's get to work. Yep. Did I hear this right? You're bringing a sick dinosaur to our facility? Yep. I'm gonna pray you know what you're doing, because I have no idea. What? Who died? Who's dying? Oh, die worden gewoon oud. Nee, ze hebben honger. Stop met vechten! Oh nee, never mind. Dat is wel prima. De social is niet goed. Oké, er komt een zieke Diplodocus aan. En wij moeten daar een hek voor maken. Of een hok voor maken. So how about we start here? How about we don't? Denk je ervan als we eerst gewoon een pad doortrekken? Vanuit daar het verder op baseren. Excuse you. Waarom de fuck kan ik hier niet onderdoor? Heel top dit. Ja, hier. Okay, we have a beginning. Fossils. Pfft, zijn er te veel om op te noemen. Ik klik zo snel als ik kan, maar ik ben oud. Okay. Hok. I need to build hok. Ik moet gewoon even één hok hebben. Give me 2 minutes. There's too many things happening at the bruh. Skibbity pop pop. Hey, meme piece. Nee. Wijder. Nee, niet wijder. This is fine. Gates. Nee. This is how you do it, boys. Enclosure D. Andere kant op. Fucking dicks. Come on. Dit is echt misschien nog wel het meest irritant aan deze game. Gewoon proberen een plek te vinden voor je fucking gebouw. We good? Genoeg plat? Oh my god. Ja, maar kom op. Zo dan. Oh my god, man. Terrain constraints. Fuck it. Oh. Oké, die is dicht. Gates. Gate daar. Pad. Transport dinosaur, plaats daar, maak water, want dat zal niet nodig hebben, water, maak eten.
Maak een pad. Tok. Oké, ik heb hier een ziekte. Waar is de ziekte? Vast bij de herbivoren. Nou. Oh nee, de ziekte is inderdaad daar. Want er was hier toch nog een dooie? Nee, één dooie. Sort of what I'm thinking of doing with you. I'm not recommending quarantine, but we can't have diseases spreading throughout the animal population. Yeah, yeah. So whatever you're doing with Dr. Dua. Ook nog een storm eraan komt. Godverdomme, open al shelters. We gaan nu alles tegelijkertijd doen. Storm, ziektes, dooien. Heel goed, heel goed. Sarcasme, te veel. Oh my god, dit gebouw heeft geen stroom. Help! Oh, dat maakt op zich niet heel erg uit. Are you kidding me right now? Waar is de Diplodocus? Hey, hey, hey. Oh nee, shit. Stink Diplo. Een ranger team zit er nog bij. Stop met ziek zijn. Comfort is laag, food is laag, starving. Is hij oud? Is hij gewoon oud? Hoe oud is hij? 5. Hoe oud kan het beest worden? Geen fucking idee. Ik snap het niet meer. Waarom is hun comfort zo laag? Alle balken zijn prima. Waarom gaat zijn comfort omlaag? Stop met je hoofd tegen het metaal te rachen. Shit, als we nu ook nog een uitbraak krijgen. Kan niet repareren. Fucking storm. Is er iets stuk? Is er iets stuk? Repair. Repair. Goed zo. Waarom hoor ik schoten? Oh my fucking days. Shit, 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 shit. Repair, repair, repair. Helikopter eruit. Klik, klik. Oh my fucking days. Request received, responding to repair. Oh my god. Hoeveel uitbraken heb ik? Oké, iedereen moet gewoon even nog. Iedereen moet kalm blijven! There's not a living being that doesn't require energy to sustain its life. In other words, food. Dinosaurs can't survive without it, and right now, they're starving. Ja, maar dat komt omdat ze belachelijk dom zijn, want daar is gewoon ijs ligt letterlijk naast voor. Oh my god. Everything is going to hell. Niet te micromanage. Heel kut dit. Heel kut. Ik ben blij dat wel echt alles volk in fucking... shit, wat was dit? Een Dilofo? Volgens mij wel. Daar naartoe. Not the time. Oh my god. Oh my god. Oh, give me 2 minutes. Ik ben even... Ik moet even... alles in orde brengen voordat dat zieke beest er fucking aankomt. Weg.
tranquilizing, add task, D. Zo. Ik heb toch twee ACU's? Waar de hel is mijn tweede ACU dan heen? Ik dacht dat ik twee ACU's had. Ja, ik wist het, klootzak. Ik zit gewoon even niks te doen. Ik zit er hier één buiten het park lopen. Die hoort er niet. Voor de rest zie ik er geen één buiten het park lopen, volgens mij. Oh shit, daar heel één. Jezus, die is ver weg. Sorry jongens, ik was hier even mee bezig. Dus ik heb even niet op de rest gelet. Want wat ik uiteindelijk ook moet doen is die Diplodocus moet ik onder narcose brengen. Zodat ik hem bij de rest van de herbivoren kan zetten. Zodat uiteindelijk die nieuwe zieke dino ergens anders naartoe kan. Ja, zijn social is laag en zijn population is ook laag. Grassland is ook laag. Grasslands, got you covered. Tenminste, ik hoop dat dat grassland fixt. Of het moet gewoon een grotere tuin zijn, dat kan ook. Maar het heeft zo'n embleempje van een graslandje. Dus ik zit echt van, misschien is dat het. Oké. We good? Daar loopt er nog een. Was er hier ook niet eentje? Nokkie? Ja, kijk hier. Add task. Move. Give me 2 minutes! Is er hier ook een Nokkie? Expedition Dixpeed heb ik niet. Oh, daar is hij. Transport. Dat was een Velociraptor. Die is echt ver van huis. En dat maakt dus gewoon... Oké, dit zijn dus gewoon fucking metalen fences, right? Metaal. Beuken ze gewoon erheen. Oké, ik zie geen dino die meer getranquilized moet worden. Oké, we're good. Dan kunnen in ieder geval alle emergency centers weer dicht. Want echt, je score van je park gaat zo omlaag. Je inkomsten daarentegen, ja, ook wel een beetje. Maar dit was echt de grootste uitbraak die ik ooit heb meegemaakt. Oké, de Diplodocus. Add task. Nokkie maken. Asset transportation in progress. Shit. Sick. Arrival in 30 seconden. Oké. Okay. Is prima. Brum, 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 brum. Even electrical fences onderzoeken. Helpt ook niet. Beuk ze ook gewoon doorheen. Een Diplodocus en een Velociraptor. Shit, heb ik een mix-up gemaakt? Oh ja. Give me 2 minutes. Ik wacht het nog heel even af. Dit zijn er 2. Ik moet er 3 hebben. Fuck it. Kom ik een andere keer op terug. Bronto. Hoppa. Daar naartoe. Die inschakelen. Daar ligt een dooie. Disease. Waar is een disease? Waar? Waar? What the fuck is the disease? De dooie, snap ik, maar waar is de disease? Oh my god, 1 Velociraptor daar. Die loffo.
Waar de hel zijn al mijn velociraptors heen, joh? Zijn ze allemaal dood? 1, 2. 2 velociraptors. Waarom hebben Dilophos exact hetzelfde symbool? Oh, daar ligt er nog één. You guessed it, I'm having a lot of fun. Ja, loop hier gewoon vrij rond, terwijl hier gewoon een fucking raptor nog ligt. Sorry, makkers. Even de andere kant op nog, alstublieft. Geen zorgen, hij ligt helemaal nokkie. Oké, waar is dit zieke? Oh my god, het zieke is hier. Maar ik weet niet waar die andere zieke is. Hier is één zieke. Oh, daar loopt die andere zieke. Nee, hè? Huh? Transport. Ik plaats hem in dit hok. Ik heb geen idee. Oh, hier. What the fuck? De Diplo is weer ziek. Fuck you, Diplo. Oké, okay, ik zie geen dino's meer op een pad liggen. Oké, okay, we're good. Yeah. Oh my god. Wacht, eens even. Dit is een vleeseter, dus die moet een carnivore feeder hebben. De ziekte wordt nu behandeld, als het goed is. Ja. Het staan er weer aan de hand, oh my god. Reboot die. Damn, ik ben echt nog meer aan de slag dan dat ik bezig dacht te zijn. Misschien moet ik ook even een Ranger Station 2 maken voor echt het onderste gedeelte. Misschien of, I don't know. Wat is dit nou weer? Visibility. Yeah, I get you. Kijk, wacht. Hoeveel Velociraptors heb ik nou eigenlijk? 1, 2, 3, 4. Kunnen er meer van zijn, toch? Ja. Kunnen er nog eentje bij maken, denk ik wel. Daarom. Transmission. Pa 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 pa. Hé, hé. 5 sterren. Look at my 5 stars. I got the management of a great fucking island. God dang. Die mag wel. Die hoeft niet. Zo. Research. Ik moet dat ene researchje nog doen. Oh, die. Huh? Oh, dus ik heb nog een research team over. Mooi. Ik heb letterlijk niks meer om te researchen. Nice. Oké, we got this settled. I got my monies. I got everything. Ik moet waarschijnlijk nog een hotel. Ik dacht dat het ding in de fik stond. Ja, ik moet nog een hotel erbij bouwen. Ik maak anders... hier nog wel iets van een hotel of zo. Kan dat? Naast het feit dat het gewoon heuvelachtig kutgebied is. Tunt. Probeer alles een beetje op gelijke hoogte te houden. Het is echt een struggle. Dat al die gebouwen natuurlijk in de weg zitten. En die hebben allemaal... Nee, ik heb mijn eigen hoogte. Ieder dik, man.
Eat a motherfucking dick. Oh, volgens mij zag ik net... Kijk. Ik wil hier een hotel. Hier. Hé. Hey. There we go. Voorzien van stroom. Misschien moet ik hier nog even... heb ik... Dino Master met €3,5. Fun fact, de meeste dino's uit Jurassic Park Worlds kwamen uit het Cretaceous en niet uit de Jurassic. I know. Tenminste, ik wist dat. Ik weet niet of inderdaad andere kijkers dat wisten. Dat klopt inderdaad. Dus dat is eigenlijk één grote leugen. Hehe. Ja, dat hotel is nog eventjes in de maak. En dat is dan het laatste wat ik dan op dit eiland ga doen. Voor de rest heb ik ook geen researches meer. Maar eentje is nog bezig voor 3 minuten. Maar echt gewoon, zodra ik weer nieuwe researches heb, kan ik gewoon gelijk 3 teams erop zetten. Tak, 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 tak. Hoe is hij hier? Ja, wel lekker. Ik ben bijna 4 uur live. Waarom is dit ding nog steeds onder construction? You can help with this. And you should. Bam, bam. Kill meneer, dankjewel voor het abonneren. Oké, hoeveel percentages over bevolking hebben 3% nog steeds? Fuck me, man. Fuck me. Ja, dan moet ik uiteindelijk bij de hotels moet ik ook weer zorgen gaan maken om eten en shit. Want deze staat nu in het rood. Die staat in het rood. Dus krijgen ze een high demand qua voedsel. Maar ik heb nog geen restaurants. Ik heb alleen nog maar fastfood dingen. Goed, fuck it. Ik sluit hem hier denk ik ook eigenlijk wel bij af. Jullie hebben een beetje gezien hoe het is om een nieuw eiland te starten. Hoe het is om een vol eiland te moeten onderhouden. Het is een flinke klus om aan te kluiven. Prachtig. Copyright claim. Hoe is het? Dinomaster, €3,5. Fun fact, de Triceratops heeft waarschijnlijk nooit geleefd, maar was een jonger dier van een ander soort. Oké, dat wist ik niet. Dat is wel een leuk feitje. Dankjewel. Ik denk dat ik een muziekje ga opzetten om vervolgens de stream mee af te sluiten. Dames en heren, bedankt voor het kijken naar... Ik zie dat die muziek afspeelt, maar ik hoor niks. Nu hoor ik wat. Dames en heren, bedankt voor het kijken naar deze livestream. Volgende week vrijdag zijn wij er hoogstwaarschijnlijk weer. Wat we dan gaan doen, weet ik nog niet. Maar dat zien we tegen die tijd wel. Bedankt voor het kijken. Geniet van je weekend. En later.